You're listening to the Fuckcast. Fuckcast. Het is vandaag maandag 16 ja, februari. Nee, nee. <laughs> Het is vandaag maandag 16 januari. En ik zit hier via Zoom tegenover uh, Xander de Rijken en Alex Eknio. Heerlijk ja, welkom. Hallo. Daar zijn we weer. Yeah, hey, hey. <laughs> Jeeeee. Ja. Eerst voor uh, iedereen. We hebben vorige week, uh, vorige week dinsdag hebben wij, uh, live in de Joker onze uh, top zoveel uh, van beste films van 2022 opgenomen. Mm -hmm. Die komt online. Wanneer ongeveer, Alexander? Duh. Dan wordt het een Moeilijke Duh. vragen ineens gelijk. Oh, ja. 30 Kist januari. Kist, ah, well, dan zal ik deze 31 januari. Uh, dus dan, is, want dan hebben ze eerst. Ik vind the dat je eerst de positiviteit. Uh, en dan pas uh, uh. naar de negativiteit. We gaan het hebben vandaag over. Saving the best for last. Saving the shit for <laughs> last. We gaan het hebben over wat we allemaal verschrikkelijk vonden uh, qua popcultuur. Uh, uh, niet die, uh, die a die je had. Of, uh, uh, die andere... Ja, daar heb ik teruglast van, dus dat ja. is aan uh, ja Ik heb ook wat van jouw a I'm aanbeien. Sitting on one as we speak. As we speak. Uh. Nee. <laughs> Pop, de slechtste popcultuur dingen van 2022. Okay. Ik heb het ook aan het, het interwebs gevraagd, die hebben ook wat dingetjes gedaan. Uh, yes. Ik vind, wie mag okay. er openen? Uh, Fokke, vooral ja. begin, Kunnen jullie alsjeblieft uw leesbril aan doen? Dat lijkt zodat we echt alle drie naar elkaar aan het veranderen zijn. Oh, ah, yeah. <laughs> shit, ik heb hem niet aan. Ik heb hem wel yeah. aan. Uh. <laughs> oh, this is getting worse by the minute. Weet je wat het oh, ergste is? Dat, dat, dat Xander ervoor, Alex de Tijdens en ik erna ben. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ja, ik zit te overgelegd. He. Ja, hebben dat tussen zo. Uw brilglazen maken uw ogen echt wel, dat is slechts like de onderkant van een stiliseerde <laughs> uh, dat is ook, dat dit is, is ook eentje van de Hema. Ik heb die, die... Ach, weg weg ja, klaar. Maar mijn goede ligt hier niet. Ja, ik heb het hier ook ik heb het hier nu af op scherm staan, maar echt zo lettertype 1 op 1 1, 1 op 1 zo. Lettertype <laughs> 27. Zo, Wat? Wat staat er juist? <laughs> uh, Sander, we beginnen bij jou. Wat was er verschrikkelijk aan 2022? Uh, ik heb alleen maar films gekozen. Omdat ik, okay. Als tv niks kut is, kijk ik die gewoon niet uit. En dan laat ik die los. Ja. Want er is gewoon te veel, te veel goede tv om dat te kijken. Mm. Maar. Um, ik ben er uh, toch in geslaagd. Oh, ja, het is sterker dan mij. Ik ben gewoon in mijn letterbox gaan kijken. Ik, en, en, uh, ik heb al een winnaar eruit gehaald. Iets wat je, ja. je absoluut kan aanraden dat je zeker niet mag zien. ...is uh, Jeepers Creepers Reborn. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus, right. Uh, ik weet niet of jullie bekend zijn met de Jeepers Creepers films. De originele wel, ja. ja die de... heb ik ook gezien, ja. ja absoluut. Mm -hmm. Eén van die twee zijn eigenlijk wel best goed. Zie die meest, ja. de meest is zeer goed. Uh, dat gaat zo over... Uh, de Creeper zo, een zo'n beest dat onder zoveel jaar terugkeert... ...om mensen te vermoorden. Dan uh, verdwijnt hij weer het dan, dan duikt hij weer op zoveel jaren later. Dat is de hele setup van dat ding. Ja. Uh, die eerste twee zijn eigenlijk best oké. Okay. Mm. En er is ja. een derde van gemaakt, dus een trilogie. Uh, het probleem is: de regisseur zit nogal graag een keer aan de kleine kinderen. <laughs> Was dat Mark Dutroux? Hij ja, heeft Mark <laughs> toen uh, nog geregisseerd. Uh, he, 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 he heeft hij he nog geregisseerd? <laughs> ja, oh, damn. Yeah. Oh, damn. Uh, uh, ja, oh, guy nice. van Sande. <laughs> guy of the guy Sand. Van go International. Guy ja, van de Sevens, Jeepers Creepers. Je yes. was, like, platen, die draait er ook over. Nee, en, Jeepers Creepers and Grabbing Little Kids. 1969. Maar goed. Er was ook een derde Jeepers Creepers gemaakt. Die was eigenlijk niet zo goed. Inhoudelijk savannig, nog, maar die had gewoon geen budget. En die is zo overdag gedraaid. En dat uh, heel die winkel, die het draait gewoon niet overdag. Nee, nee, ja. ja, ja. En er valt ook iets op te merken over dat er wel films die op film gedraaid zijn, begin de jaren nul, hebben toch een hoger charme dan films die goedkoop gedraaid zijn op digitaal, nu. Ja. Zo zit dat ja. dat zo... Uh, ja. ja. Zwaar, ze hebben dus die franchise gereboot, om het uh, zo te zeggen. En dat is nu al, alom niet door mij, wordt nu alleen van de slechtste horrorfilms aller tijden genoemd. Oké. Okay. Want die okay. film is slecht over Heel de lijn. Maar echt over, zelfs niet ironisch slecht, maar ik kunt er met je maten aan kijken en lachen. Het is echt niet goed op eender welk vlak. Ja. Het ziet er niet uit, het is goedkoop. De acteurs, acteurs zijn allemaal Brits, uh, maar moeten Amerikaans spreken en kunnen het accent niet volhouden. Dus shimmeren oh. schimmeren in en uit, Brits en Amerikaans, Oh gedurende, crap, gedurende de film haat. <laughs> uh, ik heb er mijn echt, echt, echt moeten doorworstelen. Ik heb ik heb ik heb de een... creeper by golly <laughs> <laughs> Ja. <laughs> 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 er zijn er zijn zoomgesprekken met betere achtergronden gemaakt dan die oh, van. Shit. Wow. oh shit. Wow And we're looking <laughs> at one right now. Right as we ah, speak. It's... Heel, heel. Ja, het is echt moeilijk om te zeggen als iets over Hildelijn slecht is, wat er precies slecht dan is. Echt, alles is slecht. Doe ja, iets en het is slecht. Het is wel, ik heb hem hier op mijn IMDb nu net opgezocht. Dat is de regisseur van Iron Sky. Uh, wat, een, wat een soort leuke B-film. Ja, dat is leuk. Dat is nonsens. Dat, dat is flauwekul, maar dat is wel ja, goed. Dat is echt Maar, wel als, procent, dus, ja. maar dat, is, dat is tong firmly in cheek. Dus ja. als hij de tong out of the cheek neemt, laat hij de bal vallen. Dat is misschien de mooiste zin die ik al ooit in mijn leven heb gehoord. Fokke van der Meulen. Graag gedaan. Nou. En we denk, zijn er the cheek, he drops the ball. Je weet nog niet wat ik allemaal oh. in petto heb. Zit er eh, nog oh. meer in de mouw dan oh, he, Fokke joh, van der Meulen? Me oh ik zo uit. Oh, ja, this is gonna be great. Oh. Maar ja, goed. Nee, maar die, die, ja, voilà, die eerste Jeepers Creepers, dat was, dat was een soort horror... Uh, uh, die... Ja, die, die eerste twee zijn superleuk. En, ja. en die eerste is wel echt een beetje een klassieker. Dat is ook een leuke acteur, ja. Dat is die Justin Long. En ik heb die wel graag, dat zit de perfecte Shlimu altijd in, in horror. En die in tweede is zo met een, een schoolbus van gasten die terugkomen van een match, die gestrand geraakt in het middle of nowhere, die wordt nagevallen door de creeper. En dat breidt de lore van dat ding een beetje uit, van wat is dat precies en van waar komt dat. Ja. Dat is allemaal leuk, maar da, daarna is hij echt van het padje afgeraakt. Is dat ja. een soort, uh, demon, uh, die jeepers, jeepers, een soort demon, die Ja, dat is een raar ding. Dat het, het, is... ja, het ziet er ook zo wat scarecrow-achtig uit. Hè? Het is zo'n ja. weird... Ja, ja, ja. ja die, en, en die, je kunt die ook niet echt volledig vermoorden. Like, op het einde van een tweede ligt hij echt in vrede van één en dan verpopt hij je zo tot een balken. Ah, ja. en, en dan op het einde van de film maken ze zo die tijdsprong van, want het is altijd x aantal jaar tegen dat er meer terugkwam. Ik weet niet of het nu 7 jaar of zeventien jaar is, is zoiets. Mm -hmm. ja, zoiets. Ja. Zo de dude die het overleeft op het einde van de film, die zo'n freakshow, zo'n sideshow-roadshow-attractie heeft. Van een paar dollar kun je de, de Demon Bad zien. En dan hangt hem zo in een schuur, en zitten ze te wachten met een tweelopen in zo'n ding. En dan komen ze toeristen langs, die zeggen van, en hoe lang is het geleden? En hij zegt, well, could be any minute now. Dat is, ja, 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 ja. dat is allemaal coole lore om daaraan vast te maken. En dan, ja. Ja. ja kijk, wie weet, was die regisseur 'Zijn Superkracht uh, kleine kinderen'. Want uh, daarna is hij het van een beetje kwijtgeraakt. Maar, uh... so. <laughs> maar, Sorry, maar ja. waar, en waarom is dan die nieuwe? Dan, dan zo... Waar mist dat dan eigenlijk volledig de bal ten opzichte van dat... ja, is dat... de creeper dan gewoon minder cool of voegt dat niks toe? Of dat... wat, wat is dat dan eigenlijk? Ja, dat ook. Dat, ten eerste, dat verhaal, dat is ook twee keer niks, omdat dat. Ik ja, ben al met dat je al die mensen haat. Dus ik heb al geen enkel karakter wat je <laughs> ja. kunt aan vastpakken. Ja, dat is wel goed, hè? En ja, maar die horrorfilms zei je van ja, wordt toch lekker vermoord? Come Just, kill them, all. Just ja. kill them all, En die gaan naar, een, en het verhaal is dan die zo naar een soort fair gaan, een horror fair-achtig ding. Um, op, in de, op de exacte plek waar dat de, de verhaal ook rond gaat. Dat er iets bestond als de creeper. En dan raak ik daarvan gescheiden van die verten. Die... Het wordt eigenlijk een hunt mansion ding met, een creep, met de creeper in. Ah ja. Oh ja. Maar het is allemaal qua setdressing, qua decor, qua achtergronden afschuwelijk. Maar oprecht afschuwelijk. <laughs> en yeah, ja, you could not care less. Ja. Er is ook een soort van zijvertakking met een, met, een, met een soort van secte die niet echt goed uitgelegd waarom dat die in de film zit of wat ermee te maken heeft. Ja, het is echt een bullshit over heel de lijn. Okay, ja. Hij heeft letterlijk 0% op Rotten Tomatoes ja. voor de, van, de, van de critics en 8% van de audience. Ja, dat is heel slecht, hoor. Is dat niet bijna bottom-bottom? Ik weet dat is niet wat Maar Wij zijn we... nog ja. veel littiger dan dat, dat is toch niet veel, denk ik. Ja, ja en dat is bottom-bottom en dat komt niet in de buurt van zoiets gelijk The Room, waarin dat grappig slecht is. Het is ja. Ja, ja. oprecht niet goed. En dat is. Ja, ja. De dat, is altijd, dat is altijd erger, hè? Want, want zo onnozel slecht. dan kunnen je met uw vrienden nu oh. eigenlijk nog mee amuseren met door te kijken. Ja. Hè? Of zo ja. iets. Maar dat deden we dan niet met dat. Nee, dat is echt spijtig. Nee. Dat is echt spijt. Goed. Okay. Het goede is ook, ik heb. Toch een beetje zin om op te kijken. Ik <laughs> heb toch een heel, oh, gekeken, ah, heel een ah, beetje zin gekregen. Oh. kijken. Gewoon naar de trailer en dat gaat eigenlijk al weggeven van hoe slecht dat, dat ding eruit ziet ook. Ah ja, ja, ja dat, nee, dat is voor nee. mij ook wel een dingetje. All okay. right, de, we hebben hem genoteerd. Alex, ik doe, wat is jouw uh, eerste uh, negativiteit? Oh man, uh, ik, ik moest er even over nadenken. Nou, omdat ik, zo, ik ben niet meer zo in de habit van... Ik heb al zo weinig tijd om dingen te zien. En als ik dat niet zie. en ik heb al door dat dat slecht is of zo. dan heb ik er al geen zin meer in. Ja. Nee. Dus dat gebeurt gewoon minder. Maar wat vond ik dan. Uh, ik zal. Goh, ik zal misschien beginnen met een klein algemeentje. Ik vond. Ik vond uh, de Marvel Universe niet heel leuk meer. Nee, nee. Um, en daarmee bedoel ik niet. Is dat nu allemaal gruwelijk slecht of verschrikkelijk? Dat bedoel ik niet. Maar ik vond dat gewoon. Ja, ik zal zo zeggen. Wakanda Forever loopt al een paar weken in de cinema en ik maak ook geen aanstalten om daar naar te gaan kijken. Nee. En heb jij hem wel, wel gezien, Sander? Ik heb hem ook niet gezien. Jij hebt het wel gezien. En dat vind oh. ik wel jammer, omdat ik zo het gevoel had eh, um, dat dat vroeger niet zo was. Ik zal vroeger, zo zeggen. Als we nu eh, een Marvel film uitkomen, dan, dan gingen we dat zaten in de cinema. De eerste zien, week... eh, ja, dan, dan zaten we er en dan gingen we kijken. En ik vind het een beetje jammer dat, dat een algemene verlaging van de kwaliteit van zowel die films als die tv-reeksen er wel voor gezorgd heeft dat het mij niet heel veel meer interesseert. Mm. Het, is meer dan, um, het is wat mij betreft meer dan alleen de kwaliteit mm. die iets minder is, dat klopt. Maar het is ook het bijzondere, is er gewoon af. Het is ja. geen event meer. Het is de ja. tweede uh, Black Panther film. Het is de derde Thor film. Het is uh, de vierde inmiddels, sorry. Dus ja. het, het, het bijzondere om, om die, die dingen die wij vroeger in onze junior press uh, boekjes lazen. Ik zat er in de 90's uh, op, uh, op, op tv. Uh, we hebben het allemaal gezien. En mm. we don't care anymore. Nee, en het is ook oprecht... Slechter. Want het funnige ja. is dat ik. Dat ik, uh, ik ben veel van die films aan het terugzien met mijn dochter. Hè. Want die is wel heel erg into de MCU en die vindt dat wel heel leuk. En wij ja. waren de laatste die we nu. Hè, want dat gaat traag omdat ik niet veel thuis ben. En zij wil dat per se samen met mij zien. Dus we zijn er al een jaar mee bezig. Maar we zijn nu eindelijk geraakt om. Uh, um, Infinity War. Hè. Dus ja. die met de, met de Snap. Eh, eh, en ja. dat is gewoon. Ja, als je die films ziet, ik kan ook niet anders dan, dan voelen dat al de coolste personages zijn er wel zo wat uit zijn. Ja. En zo degenen die nog een beetje overblijven. Hè? Er is nog wat hoop, denk ik, voor Paul Rudd met zijn nieuwe Ant-Man. Omdat Klopt. dat toch ook een van de eerste films gaat zijn na de bijna volledig over te slagen fase 4. Ja. Dat ervoor gaat zorgen dat dat ding eens een keer terug ergens naartoe gaat. Hè? Want dat Plus, zou in kan gewoon introduceren voilà. en zo. Die ja, is wel uh, geïnteresseerd uh, bij een lopende ja, kang. Ja, 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 ja. ja, een iteratie ervan. Maar mm. nu zou de echte kang komen. De, 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 degene die dat dan de vijand gooien of zo. Wat een hele goede slechterik is. Dat is een coole slechterik. Maar ja. ook daar weer, ja, ik heb gewoon heel weinig vertrouwen in dat die nog in staat zijn om er iets goed mee te doen. Dus ik ben gewoon aan het hopen. Dat dat Ja, dat het. Hoe zeg je dat? Dat het picks up its game, hè? Want dat zijn gewoon allemaal slechte films. Ja. Dat is een beetje het probleem. En ja, mijn absoluut laagtepunt van de MCU was She-Hulk. Dat vond ik echt gruwelijk slecht. En gaande van een. Hoe zeg je dat? Courtroom comedy, of hoe heet dat? Law is onze soort. Geschreven door mensen. die... Ja. Geschreven door mensen die niks weten over advocaten en geen comedy kunnen schrijven. Dan denk ik: Wauw, dat is twee op twee er neffen. Hè? Um, een personage waar je iets mee moet inzitten, die onuitstaanbaar is vanaf minuut één, waar je ook niet van snapt waarom dat je die tof moet vinden. Uh, Zo'n die ironische, kijk, we gaan nog eens een keer lachen met onszelf, maar dan ook niet funny. Allee, was, dat verhaal sloeg op niks. Er waren afleveringen bij dat ik dacht, ah, Jen gaat naar een trouwfeest. Jen gaat kleren passen. De, dat is geschreven door een bende vrouwen in de dertig, die zowat dingen die ze interessant vonden in een reeks gezet hebben en... Dan zal ik dat moeten klasseren als niet voor mij. Hè? Dat is wel redelijk duidelijk. Nou, daar ben ik maar deels met je eens. Ik vond dat nou ook niet uh, het allerbeste. Maar ik heb daar nog wel mee geamuseerd. Ik vond Tim Roth als Abomination grappig. en de, die zelf -hulp -man. Schrikkelijk vond ik dat. Ah, nee, en man, ik vond, man, dat, dat, dat is ik, ik vond, uh, uh, eigenlijk Daredevil... de grote vijand van, van de hulk. Dat dus is een van de angstaanjagendste personages dat je zou moeten tegenkomen, die zelfs nog sterker is dan de hulk zelf en in de comics eigenlijk redelijk gevaarlijk is. En die je reduceerde tot een of andere... Uh, Allee, ja... De, aan de ene kant is het een, een openloze zelfhulpgoeroe en aan de andere kant is het zo'n incel kom allemaal samen, want wij mannen hebben het moeilijk in de wereld en kijk eens hoe onnozel en dom dat wij allemaal zijn. Want dat is ook elk... Mannelijk personage in de reeks. Buiten Daredevil dan. Want die hebben ze nog nodig voor een andere reeks. Dus die mochten ze niet oh ja. compleet belachen. Die, die vond ik ook leuk. En ik, ik, vond, ja. ik, vond de, ik vond de Ferris Bueller vier de Wand-toestanden. Vind ik leuk. Want dat vind ik altijd. Ja, want dat is niet goed gedaan. Ik heb geen ene keer gelachen. Ik vond niks dat hij zegt leuk, of tof, of goed gevonden. Of ik zat er gewoon naar te kijken, en ik dacht ja. Ik snap wat al uw referenties en mogen zeggen: gewoon, het is gewoon allemaal niet goed gedaan. Niks ervan niks is goed. Wat voor jij was als... je ook Xander. Ik vond het wel oké, okay, ja. ja. Nee, maar het was oké, okay, maar het was ook niet geniaal, ja, als je op het einde... of... Nee, Ik vond dat echt kut slecht. Ja. Dus dat, daar zit ik wel anders en jullie hebben er nog mooie dingen in gezien. Maar ik vond ja. bijvoorbeeld ook, als je de grootste fout van de reeks al wilt maken in aflevering 1 is dat ze op het einde een grote emotionele speech doet, waarom dat soort boosheid veel meer moet inhouden dan hem, hè, als vrouw in de mannenwereld. Maar als je dan in heel de, reek, heel, heel de aflevering voordat ze die speech doet, laat zien dat ze nooit geen enkel nadeel ondervindt van die mannen, want hè, ze, ze begint met een emotioneel slotpleidooi, voor een of ander ding. En er zijn assistenten die er alleen maar bij is om te zeggen hoe awesome dat is. Want ja, wij zouden het niet merken van hoe dat ze eigen gedraagt. En dan is er ernaast de domme witte hetero-man die zo hopeloos is dat je denkt: ik wist niet dat ze zo'n mensen mokte. Maar cool, die stotter dan en die zegt: Ja, eigenlijk zou ik die speech moeten doen. Ze lachen die je uit en sturen die je gewoon de laam het. Dus dan denk ik: Het lijkt me niet alsof je er veel last van hebt. Integendeel. Elke keer dat er iets in uw weg komt, dan lacht het weg alsof dat allemaal niks is. Of behandelde ook iedereen alsof dat het tebelen zijn. En dan zou ik maar uiteindelijk... ik heb daar, nou niet... Heb, op het van de op, aflevering op gender zou... gender heb ik... heb op niveau zitten kijken en dat ik minder... Ja, maar ik, ik heb... kan daar niet... Je kunt er niet neffen zien. Dat is juist het probleem, omdat dat heel de tijd van. in uw gezicht wordt gegooid. Met ik had alles wat die personages van. doen, dus... Ik vond, ik vond aan het einde het meta-gedeelte, dat we uit en dat we dan... Ja, Kevin en dat was het Daar had ik het wel moeilijk mee. Het daar enige ik... Dat, dat, dat ik daar nog tof van vond, was dat het misschien realistisch was dat Kevin Feige een robot is. Want dat is wel het gevoel dat ik heb als ik naar die, die laatste fase zit te kijken. Alsof dat, dat letterlijk het een worstmachine rolt. Dat ik, echt nee, ik denk dat het gewoon de ideeën op zijn. Ik zou uh, niet meer weten wat dat je nog wilt vertellen, eigenlijk. Plus... Al de beste personages waar we een reet mee in zitten zitten er ook niet meer in. Dus wil ik echt een Secret Wars met die Tweede Hans Avengers. Niet echt, hè? Als ik een Secret Wars wil, dan wil ik Captain America. Dan wil ik Tony Stark. Dan wil ik, dan wil ik Spider-Man. Dan wil ik, ja, dan wil ik al de goeie. Hè. Ja. Dan wil ik niet de overschot. ...waar ik nee. van zeg, want iedereen dat goed was... ...is afgetrapt. Hemsworth gaat ook stoppen... ...dus wie blijft er dan uiteindelijk ja, nog over? Hemsworth... ...dat daar, ah, daar, ja. daar, daar, is een beetje wat jij nu zegt over she Daar heb ik heel mm -hmm. erg bij, bij Thor... ...daar hebben we een lollig... ...een lollig personage van gemaakt... ...en dat is nooit zo bedoeld geweest in mijn Nee, horen, hè. dus ook daar, hè? maar ze en, doen en, het en, mee en alles. En bij Ragnarok was ik nog mm -hmm. mee... ...maar bij Love and Thunder... ...ben ik ook wel echt helemaal afgehaakt. Ja. En ik vind Ragnar uh, uh, Love and Thunder... Zo uh, niet zo leuk meer. Uh, zeker niet uh, mm. uh, dat ik Ragnarok ook minder leuk vind op een of andere manier. Ja, omdat je, omdat, je nu, omdat je nu die Ragnarok niet meer kunt terugkijken zonder dat je elke truc dat Taika Waititi ooit uitvoert ziet. Hè? Want het is altijd hetzelfde. Plus, het is ook niet nodig, vind ik, om een film te maken waar ik van denk: moet elke derde zin een mop zijn? Al ja, nee, zo, ik, nee. ik, 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 ik kan ook niks meer o serieus nemen als je. Als je beelden laat zien van, van Jane Foster, die dat onder de chemo zit. en dat de twee zinnen verder gaan alle moppen maken, zetten over de chemo. ja, dan boeit het mij eigenlijk ook geen reet meer. Je hebt dan ook nog eens een slechterik. wiens motivatie is dat hij een kind sterft. en dat hij zo boos is dat hij de goden begint af te maken. en wat doet hem dan? Kinderen kidnappen en terroriseren. Ja, dat slaagt ook op niks. Nee, Allee, zo, niks van hetgeen dat je er naar keek. dacht ik van, jongen. Ja, Mannetjes, schrijft nu af en toe eens een. Allee, als ik al degene zijn en, en ik ben niet ene dat script schrijft, maar als het mij al keihard opvalt dat dat keihard slecht geschreven is, dan is het echt heel slecht geschreven. Want ik kan best veel, hoe zeg je dat? Suspension of disbelief, dat kan ik wel. Zo. Ik kan veel aan en ik heb ook veel geduld met crap als ik vind dat het leuk gemaakt is of als het mij totaal niet stoort. Monias, nee, ik nog iets zie te kijken, wat ik van denk: wat ze de nu aan het doen. De, het publiek, ja. ik had het aan het interims gevraagd, daar waren ook een aantal mensen die Marvel uh, moe uh, zijn, uh, ja. uh, onder andere Bart Perdueus... Die zegt dat Marvel, uh, ondanks hun megabudgetten... geen enkele overtuigende film heeft kunnen maken... die ook maar iets uitmaakte in het universum. Dat is gewoon waar, hè? Dus, een klein beetje ge... heel hard waar, hè? Maar er is ja. dus niks mm -hmm. gebeurd voor en heel na. Heel fase 4 kun je eigenlijk overslaan. Dat kunnen de skippen, hè? Wesley ja. Gods, die zegt Marvel te veel series en films... Uh, uh, die, ma die matig van kwaliteit waren... het begint een klus te worden om alles te blijven volgen meer kwaliteit minder kwantiteit en daar ik, ja. en sluit ik me ook bij aan de, door, door de hoeveelheid ja kan wel niet veel ja, schelen. Disney in het algemeen hè? dat is ja. ze met Star Wars dat ook al he? op den de duur boeien het ja. u ook geen hol niet meer hè dat Werewolf by Nighting heb ik nog niet gezien. En Dat is nog Dat is wel leuk, echt hè? heel leuk. Ja. En net zoals bij Star Wars is Andor ook leuk. Hè? Ja, dat was, Andor dat was is een goed. toffe. Hè? Dus het is ook niet over heel de lijn altijd allemaal kak. Dat bedoel ik ook niet. Maar er is wel heel, heel duidelijk een enorme drop in kwaliteiten Ja, en je moet de goede dingen er wel uitzoeken, want het is niet zoveel. Nee, ja, maar ja, maar ik en eigenlijk Obi-Wan Kenobi, uh, uh, Obi Kenobi was verschrikkelijk. Je, dat, was dat verschrikkelijk. vond ik ook gruwelijk. Sorry dat ik dat even vergeten was. Wat een kutzooi was, was dat, man. Ook echt verschrikkelijk. Dat was ook. Vreselijk. Maar ik wil ja. het eigenlijk. Bij mij is het inderdaad absoluut ook Marvel uit. Ik wou ook in mijn top 10 beste films geen Marvel-film meer zetten. St Doctor Strange. Ja, heb toen ik in zei principe... dat hem er niet had mogen staan. Waarbij Spider-Man wel overduidelijk het geval ja, was. Hè? Ja, dat was dat... No Way was Home was een, was een keihard film. Klopt. Dus het is ook niet. als maar, Of, uh... of, of Dr. Strange dat gewist was. Hè? Dat was ook veelbelovend. Sam Raimi ging daar. hij dat geregistreerd. Dus je denkt, hé. Hey, ...kans dat leuk wordt, hè. Maar ja, dat was het uiteindelijk niet. Was... is ook niet vreselijk. Die niet maar nog oké, okay, maar die... Uh, die uh... Maar ook, who cares? Maar ik ben heel een beetje klaar. Ja. En dat is, dat, dat is bij Marvel, stond er bij mij ook tussen. Maar bij mij is het... Ik, die Batman-film, hè. Ik heb me daar heel erg mee geamuseerd. Ik vond dat een goede film. Mm -hmm. En ik van ja, nog een Batman. Het zal wel. Ik ben superheldenmoe. Zelfs Batman, wat oprecht een goede film was... Hoewel ik denk van ja, het zit toch te, ook een beetje richting Christopher Nolan. Het is een beetje de, de, de vibe van Batman Begins in mijn ogen. Qua visuele stijl en hoe het, hoe het gemaakt ja, is. Ja, met, met een beetje Tim Burton er ook nog bij. Want het is wel zowel grootser in, in... Het is in, in... ietsje groter maar Easy, in, het is in principe in, in een beetje Zotterum. Batman Begins. En ik denk ja. van ja, nog een Batman. Hm. De, 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 de glitter de glittervampier doet dat prima. Maar hm. ik heb zoiets van, ja, het zal wel uh, uh, nee. nog een Batman en dan krijgen we nog een superman echt nog een, nog een uh, Wonder Woman en het zal allemaal wel. Het, nou, het is... ik ben al heel blij dat we de parelmoere ketting weer niet op de grond hebben zien vallen in die film. Nee, ik, ja. was al, ik was al content dat we door hadden. Ja, ja, die is nou weer do it we get it now, ja, dus daar hoeven we niet nog iets te doen. Dus, en ik vond dat ook een goede film. Maar wederom, ik snap wel wat je wilt zeggen. In de zin van, ja, hoe, o, hoe opgewonden worden daar nog over? Hè? Nee, ja. Ik Omdat heb we gezien, gewoon en op de korte tijd te veel, te veel gat hebben. hè? goede film. Ja. Maar, maar, maar. Mm -hmm. het is, ik, heb, ik ben gewoon. En ik ben een superhero nerd. Ja, ik ik, ik ik heb zin om terug comic books te lezen. En die films allemaal reet te laten roesten. Mm -hmm. Dus uh, ik, voor mij ben, ga ik liever terug naar de comic books om, uh, En ik word. ...niet meer enthousiast over die... Uh, ...over ook wat er dit jaar nog allemaal komt... ...ik zeg, ja, het zal wel. We zullen wel zien. Ja. Yeah. Yeah. Uh, 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 hoe, uh, hoe denk jij erover, Sander? De, de stille man... ...in het gezelschap? Ah, ehm... Um, <laughs> oh, I just, I just woke up. What happened? Um, <laughs> ja, weet je, ik... Um, ik, ...ik struikel gewoon... ...niet ietsje minder dan Alex over de genderpolitiek... ...of het al, maar... maar ...ik mis vooral... Maar het gaat, niet, het gaat niet zozeer. Sorry dat ik u tegen de Xander. Go, go. Maar dat gaat niet over genderpolitiek. Dat gaat over heel, heel slecht geschreven reeksen. Met mensen die overduidelijk iets anders willen vertellen dan het verhaal of het personage. Die gebruiken dat als een vehikel om een soort. Weet ik veel. Uh, zelfs op niks slagend half-activisme op ons af te sturen. Dat ik denk, zelfs daar zit nog te lui voor om, om je statement dan nog te maken als dat is wat je wilt doen. geschreven. Het het zo slecht, dat zelfs wat je wilt overbrengen niet overkomt. Ja, maar wil dus jij... Daredevil te... een walk of shame laten doen met botten in zijn handen, dat doen vrouwen, hè, dat doen vent niet. Wat schrijft je Who are, what, what are you writing? Ik heb het al gedaan, oh, vriendje. Uh, uh, S'ochtends uh, naar huis moeten gaan. Uh, uh, naar een one-night-stand. Uh... Sorry, wacht. Gewoon even uh, herfraseren. Echte vinten doen dan niet. Ah, hier. Andrew Tate <laughs> is in the building. <laughs> Uh, uh... <laughs> oh ja, dan zit ook niet eens dat. dat is ook altijd fijn. Tuurlijk, tuurlijk. Je zit er veel tenen, veel tender. Weet, either of, you're a Nazi or a. ben je een feminist, of ben je Er zijn maar twee dat... opties, dat is zo. Dat is zo. Ja, voilà, dat zijn de tijden dan. Oh, sorry, <laughs> uh, Xander jij wel eens. Ik had hetzelfde gevraagd wat hij ervan vindt. Uh -huh. uh, ik mis gewoon de, de, ja, de coherentie, de, de, wat het allemaal te samenhoudt, voel ik niet meer zo neig. Uh -huh. Uh -huh. Witte, er was een bepaald punt dat ik dacht van... Oké, okay, ik snap wat je aan het Als in, heb wel na Endgame een soort van pallet cleanser nodig... om even een kleine reset te doen. En ik, ik vind dat op zich cool... dat er bij Black Widow nog zo'n knoopje wordt gemaakt in dat verhaal. Ondanks dat ik dat niet per se nodig had. Die film is vijf jaar te laat gekomen, naar mijn zin. Ja, ja. Uh -huh. uh, en die was niet super. Florence Pugh is daar cool in. Maar we hadden niet hier veel nodig om Florence Pugh te introduceren... in het Marvel-universum met een coole rol... Uh, je weet dat ik een zwak heb voor Shang-Chi ik, ik vind het wel leuk dat bepaalde kar karakters geïntroduceerd worden, maar het is wel geleden van Hawkeye dat we iets gezien hebben dat coherent is en alles juist afvinkt, je hebt een soort van legacy karakter die in respect wordt behandeld en een vooruitzetting van zijn verhaal krijgt, er wordt een nieuw karakter geïntroduceerd in de vorm van Kate Bishop die cool is en niet brinkt of niet geforceerd aanvoelt ook uit de comics en, komt gewoon ja, dus ook... En er wordt, er wordt een portie nostalgie geïntroduceerd en dat je denkt van holy shit, door de kingpin terug te brengen enzovoort. Mm -hmm. Dus alles daaraan klopt wel. Uh, maar wat, het, wat de content betreft en al de reeks ben ik heel spaarzaam mee geworden. Ik heb schiegelijk uitgekeken, omdat ik dat wel leuk vond. Net zoals veel dingen vind ik dat drie of vier afleveringen te veel. Ja. Waren inderdaad like like, momenten dat ik denk van oh wauw, nu heeft hij echt niks anders gedaan dan aan het trouw geweest. Maar ja, ja. Uh, uh, kom aan hè, mannetjes, we gaan wel een beetje voort Um, mis... dan kunt had er eigenlijk beter een, een, een leuke lange aflevering of een miniserie van drie afleveringen van gemokt, als dat was wat je te vertellen had, dan ja. altijd per se voor die zes of die negen of die tien moeten gaan. Ach, al, he, iets wat zelfs een, een veel betere Marvel-reekse, die van op Netflix in begin, die dat ik wel echt stukken beter vond. Maar ook die waren daar in dat bedje ziek, he, dat die meestal tien afleveringen hadden, waar er toch drie te veel van ja, waren. Absoluut. Ja, dat ik Zelfs, zelfs bij de beste voelde ze niet genoeg verhaal voor het eigenlijk allemaal hè, te vullen, zo die aflevering. Nee, 100%. 100%. Mm -hmm. um, te, te, en, bij Schiel, bij dan ga ik je ook geven, Alex, bij Schiel valt dat ook gewoon iets meer op, omdat dat wel aangekondigd is als... Het is een soort van courtroom sitcom. Dus dat, Dan maakte er 10 van 20, 25 minuten. Mm -hmm. Maar dan... Verleidt dat zichzelf om toch zo om de aflevering te vervallen in, in een soort van mini-Marvel-film? Eh, met gewoon een kleine opzet van een slecht en een soort van spectaculaire acties zijn op het einde. Dan denk mm -hmm. ik, eh, ja, maar wat, allee, wat, wat, allee, wat, allee, wat gaan we nu gaan krijgen? Wat is het nu eigenlijk dat je probeert te zijn? Mm -hmm. Dus Marvel heb ik niet uitgekeken. Ik heb gewoon afgehaakt na twee afleveringen. Er zit niet echt een verhaal achter, behalve dat ik er gewoon afgehaakt ben. Ja. Moon Knight heb ik niet uitgekeken. Ik ben ook afgehaakt. Mm -hmm. En dan die fucking twee geweldige acteurs en Ethan Haak alweer. Ja, Dat heb ik ook uitgezien, en dat eindigt in zo'n soort kaiju-gevecht. Dat er ook zo wat in zit. Wat ik ook zo ineens van dacht: wat komt dat daarna weer bij doen? Alleen oh ja. dat sloeg ook zo helemaal op niks. Um, Als je kijkt naar de rest van dat verhaal. Dus ik vond dat ook weer zo. Ook daar hè, er zitten keihard stukken in. En dat is een interessant figuur. Knight. Ja. Maar je moet er... waarom is die daar? Je kunt dat ook volledig ja. deleten en je hebt niks gemist dan alle progressie hè, in, die, in die Nee, video. klopt. Klopt. Uh -huh. Ziet er mooi uit. maar... Ja. Uh -huh. En de, die films probeer ik echt nog wel oprecht mee te volgen. Uh, en die hebben mij gewoon teleurgesteld. Ik keek heel erg uit naar Doctor Strange in de Multiverse of Madness. En ik kon daar, ik kon daar niet, kon uh -huh. niet van wegwandelen. En zeggen van ja, deze was wat ik verwacht had. Dat was het gewoon niet. Dat was het nu helemaal niet. Um, nee, want die en... eerste Doctor Strange heeft ons echt van ons sokken geblazen. Die was echt heel goed. Ja. En deze, maar ja, dat gaat er ook niet. Deze ook, deze ook gewoon. Ah ja, dit bestaat nu ook. Oké. Okay. Dan... Ja, maar dan is er nog altijd wel een goed verhaal. Hè? En dat is hetgeen dat, dat mij het hardste stoort heel de tijd. Dat ik denk, ja, die personages, tuurlijk. Je gaat nooit... De introductie van een personage kun maar één keer doen. Hè? En als waar. je dat dan gedaan hebt, dan kun je zeggen, wauw. Maar dan, je kan toch nog iets meemaken dat de moeite is. Terwijl ja, nu... Dan dat heeft hij al gedaan. Kijken... He? Er is... Ja. 50 jaar comicbooks uh, is er maar Ja, we, we het, is ik, het is toch niet dat ze niks voor te kiezen hebben met dat personage. <laughs> nee, dat dat is ik echt denk, get wel wat liggen, hè. Ja. Allee ja, zo, hoe lang gaat Marvel al mee en hoeveel goede verhalen hebben die ook allemaal? Ja. Dus dan denk je ook van, ik, ik begrijp niet goed dat het al zo hard dat voelt dat dat allemaal op is. Dat is maar een maar beetje ja. wat wij destijds ook DC uh, verwijten. Dat ze van, mm -hmm. jongens, jullie hebben zo'n reeks van verhalen om uit te kiezen en jullie doen dit... Ja, het is altijd bij Superman, maar is altijd General Zod of Lex Luthor. Terwijl ja. God. Je kan veel boeken vol liggen. Hè. Ik, ben nog altijd, ik vind het nog altijd jammer dat dat gestoord brainchild van, uh, van Tim Burton er nooit gekomen is. Wie weet was dat gruwelijk. Ja, geweest. Ja, ja, ja. Maar gewoon al, hoe out there dat, dat was. Ja. Dacht ik al, oh, iemand doet daar iets anders mee. Met dat figuur. Hè, dan altijd hetzelfde. Ja. Dus, dus op zich al, maar ja, ik. Uh, en Xander, ik, ik denk ook dat ik, wel, dat ik wel snap wat jij bedoelt. Als je zegt, jou, je, je, dat, dat je zo even een klein resetje net van. Hè, we hebben heel die Infinity-saga gehad. En misschien dat je zo één of twee films hebt. Dat je zegt, nu is, nu is niet alles at stake. Ja. Maar de, de grootste zwakheid van, van Marvel is ook altijd hun slechterikken. Die hebben zelden een hele goede slechterik. Terwijl dat in de comics hebben ze er best wel wat. Ja, ja, ja. ja, ja ik ook ja. altijd van. Waar zijn die? Zo, wat, dat, dat merkte dan direct bij Spider-Man. Wel, als je Green Goblin hebt en je hebt eh, Dr. Octopus, en het, ja. dan hadden we wel direct terug een level-up qua, qua tegenstand. En ja. denk je direct: oh. Hey, zo, tuurlijk, dat is ook wat de Marvel Universe is. Hey. Dus Kang, ik heb wel wat hoop voor Kang. Ik ben wel aan het hopen van dat die nu wel die bedreiging wordt die ervoor zorgt dat we er terug een reet om geven wat dat daar gebeurt. Ja, want, ja, ja, Anders dan... Ja, don't dan, fuck dan, this dan we, one up, zo. Weet je, nee, dan, en dan. zeker, ja. hey, want Fantastic Four komt eraan. Don't fuck up Doctor Doom. Nee, dan pak ik het vliegtuig en dan ga ik hier op zijn bek Dan, zet, het dan zijn we weg, hè. Hey. Dan, 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 dan I'm out. Allee, ik ook. Ik If you fuck up Dr. Doom, I'm out. En dan, is, dan is het voor mij goed. Al op, Allee, het ja. is al een paar keer gebeurd, hè. They fucked ja, up Dr. Yeah. Doom. Al twee keer gedaan, Ja. En, en ik zou wel zeggen... Een, hè, want Marvel krijgt veel shit tegenwoordig. En ook niet volledig onterecht. Maar aan de andere kant... Een paar keren hè, heeft de Marvel Universe wel dingen gedaan... ...dat they got right. Hè? Tuurlijk. Tabos. Waardoor, de, waardoor dat je wel zegt... van of, of uh, dingen, weet je in, in, hem, uh, in de eerste Spider-Man-film, Vulture, eh, ja. die Michael Keaton. Kijk hoe. Ik vond zelf Zemo eigenlijk best een goede slechterik. Eh. Jammer, jammer wat ze daarmee gedaan hebben in Falcon en the Winter Soldier, want je mocht dan nog altijd het leukste personage zijn dat er rondloopt, maar het was meer een cameo, want hij kwam eigenlijk niet veel doen. Klopt. Dus, dus, dus het is, het is, ze hebben het eigenlijk voorop te rapen heel veel van de dingen maar ik ja. denk ja nu moet het wel gaan doen want mensen beginnen het wel op te merken hè? ja zo so, you're kind of dropping the ball hier dus het wordt nu wel tijd dat je terug het is zeker nog niet reddeloos verloren maar het mag wel in gang schieten nu klopt ja mm -hmm. uh, wat ik er ook wil aan toevoegen is ook uh, het is wel duidelijk aan het worden dat het voor sommige karakters een betere introductie is moesten ze in een film gekregen dan een reeks of omgekeerd uh -huh. Ik denk dat ze nu ook al door, want ik, in mijn hoofd was Moon Knight een interessantere film dan een tv-reeks waarschijnlijk. Absoluut, ja, denk ik ook, ja. Absoluut. Um, uh -huh. en, en het feit dat ze Armor Wars alverwege productie beslissen, van, we gaan er toch een film van maken, lijkt ja. me toch te hinten naar, misschien heb je iets door, of misschien heb je het alverwege ontdekt van, nee. um, en ook, en dat heb ik bij alles, hè. bij alles-alles, ook bij DC, niet alles hoeft zijn eigen franchise te worden. Nee. Ik, niet nog de origin fucking story te zien van de gast die de zetels van de Batmobile gemaakt heeft en ik bedoel dat ook niet in het Marvel-universum nee, uh... gewoon in het algemeen niet nee, Allee, ja. nee, er zijn gewoon bijpersonages die hoesten omdat die bijpersonages zijn, maar wat dat, dat was... ook gewoon zijn ja. Hawkeye, waar je mm -hmm. te merken heeft, en je hebt er dan uh, uh, was dat Echo zeker, dat karakter ja, dat ja. een meisje dat doof is ja uh, uh, da en, en dat krijgt dan zijn eigen tv-reeks. Ja, de slechte reeks van Wanda toch Wanda ook? Die reeks? Ja, die eigen... Uh, Hardness. Ja, 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 hij ja. tv-reeks. Ja. En dan beginnen ze eraan, maar, Ja, maar de Kingpin gaat waarschijnlijk opduiken. waarschijnlijk derde afval denk ik... Ja, maar kan dat karakter niet op zijn eigen staan? Is er niet genoeg tekenen aan de wand... Dat er en, en, mensen... en dan is het antwoord nee, hè, want dat is het ook net. Hè. Als je mensen moet binnenreelen met cameo's, dan weet je dat dat personage dat niet kan dragen, omdat dat ja. ook niemand interesseert. En nu, Seahult wel... benoemt dat ook. Hè. Dat vind je dan wel grappig, Gaat die is zelfbewust hè, daarin. Die zegt ook van, ah ja, er moet weer een cameo van een andere franchise in, zeker. En dan, ja. en dan staat die uh, Ming daar, of noemt hem de Wong, ja. of Bong. Ja, ja. En ja. Ik, hoe dat nu aankomen, want ik ben dan... Um was in Amerika, dus ik heb ze de eerste week kunnen meemaken van uh, wat kan de Forever Double Point The Way of Water? Ja. En uh, <laughs> ja, dus dat karakter wordt daar geïntroduceerd van uh, Ironheart, uh, Riri Williams. Ja, ja. Was ze die slimme zwarte grit die een soort zelf een Ironman-pak maakt en mm -hmm. dat krijgt dan zijn eigen tv-reeks. En mijn eerste reactie was gewoon naar die film van, ah, maar ik, ik heb niks met dit karakter nu, want dit is in de film belachelijk slecht geïntroduceerd omdat je daar met een film zit die zoveel moet doen. Maar ja. echt zoveel mm -hmm. moet doen. Die moet, al, om al te beginnen, heel klein puntje. Namelijk je fucking acteur vervangen. Al ja. is dood. Dus hoe lost het dat op? Dat was vooral mijn ding. Maar hoe lost het, het op? Recasten was toffer geweest, denk ik. Als ze gewoon een keer goede acteur hadden gepakt die het T'Challa speelt, dan hadden ze gewoon Wat terug hun vooral kunnen vertellen. Maar ja, Want ze ik zeggen... snap ook wel het res, re, eh, respect voor, voor Chad, Chadwick Boseman dat ze ja. daar niet voor gekozen hebben. Als hij dat... gewoon gestopt was, is iets dat anders dan ik... iemand die overleden is. Ja. Oké, okay, maar ja. dan nog. Allee, ja. ik bedoel, nee, we, we zitten dat ook dat... met een multiverse. Ik zie nog wel een T'Challa binnenvallen die uh, ver, verdacht veel lijkt op... Uh, ...Wit veel, uh, ...en eindelijk en... is wit een wit ja, ...eindelijk, White Panther... ...ja, die, die film heeft al... ...die film heeft al zo'n verantwoordelijkheid... <laughs> ...oh, okay, sorry... White Andrew, Panther. ...Andrew Tate kwam even voorbij... Ja, ...wat was <laughs> deze hier? De... Nee, ...nee, dat was een KKK... <laughs> ...oh, stelde we. ...White Dragon, wat... Um, ja. Grand Dragon, Grand Wizard, nee, dat was het niet. Hoe heet dat nou weer? <laughs> White Dragon tegen Black Panther, dat is een film die ik wil zien. <laughs> <see>. Topfilm, <laughs> topfilm. <laughs> ja, nee, vertel verder sorry. Sorry, Alexander. Xander. Nee, is oké. Okay. Hm? Uh, um, dus die film heeft al een belachelijke verantwoordelijkheid. Namelijk, en dat is wat iedereen toch wil weten, is: wat ga je doen met de Black Panther? Ja. Mm -hmm. het daarmee? Uh, in mijn hoofd, fixen ze dat niet echt neig, want van. Alle vrouwelijke karakters in die film, die dan een Black Panther kan worden, is zijn zus de minst interessante. De ja. minst goede actrice van de Noop, dat geef ik ook eerlijk toe. Like, al die andere vrouwen zijn veel cooler en veel interessanter. Er is de reden waarom dat fucking Angela Bassett die prijs heeft gewonnen. Niet dat zij de Black Panther ging worden in die film, maar goed. Nee, ja. Daarbovenop introduceerde het dan nog het, uh, de, de, de Pandora-beesten, voor een of andere reden. Mm -hmm. ah, ja. Met die dude die daar in die fucking haaien zit. Dat wordt ook allemaal geïntroduceerd. En die is in een backstory en dat er bovenop, dus je zit dan aan 2 uur en 25 minuten film, en daarbovenop zit dan nog Riri, een introductie van Riri Williams, waar je op het einde van die film moet concluderen van, ik weet eigenlijk niks van dat meisje. Ze heeft een auto van haar pa gehad, en dat trekt ze eraan, ofzo. Ik, ik, ik heb... <laughs> en dan zeggen ze, ja, maar er komt een tv-reeks van, en ik kan alleen maar zeggen, ja, I don't really give a shit. Doe mm -hmm. wat hij wil, het zal wel, het zal wel. Ja. Maar dat is ja. voor de black community, dat is niet voor ons dan of zo. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Oh, de... Want bij die Miss Marvel had ik ook zoiets van. Ah ja, ik ben hier niet de demographic. En dit gaat niet over mij. Dit is niet voor mij bedoeld. Oh, het dit is te... voor kinderen. Oh, en, dat kan, kan, en dat kan op zich ook allemaal. Geen dat klaar, mag, hè? Dat ja. van, mij, van mij mag het allemaal. Maar ja, maar, ik vind het gewoon jammer dat zelfs als je dat doet, als je nou gewoon een klein beetje de moeite doet om daar goed te maken. Dat vooral, dan kan ik best mee met iemand die niet is gelijk mij of denkt gelijk mij. Zo. Dan kan ja, ja. ik echt naar die het kijken en denken, wauw, goed gedaan, of wauw, cool. Maar, en, maar over Wakanda Forever kan ik natuurlijk niet praten, want dat heb ik niet gezien. Maar de, de introductie van Namor, waar eigenlijk een van de originele Marvel-superhelden is... Ja, ja. He, samen met een originele Human Torch, was ja. de Submariner een van de allereerste. Uh, Captain America, en de, America ook, hè. En, de, en Captain America, mm. en dan denk ik wel van, ja, dat is wel een personage dat je niet zomaar tussen de soep en de pataten erbij moet gewoon ingoeien, Nu, ik ja, weet niet hoeveel dat die je krijgt, of dat hij cool is, of niet, want dat heb ik nog niet ja, gezien. Maar... Die soep en de pataten, het is, het is, ik vind hem een betere film dan eerst een Black Panther, hij is coherenter, hij is mooier gemaakt, er is mm -hmm. veel van, maar echt ja. veel en te veel misschien voor een film die al een belangrijke job had, nog voordat hem in productie is gegaan. Mm -hmm. En dat is het jammer eraan. Ja. ja. En wat ik ook nog wil zeggen, is gewoon... John Black Panther, je ziet het, gij het is goed gezegd, Xander, toen jij die eens besprak, zei gij cultureel een belangrijke film, maar niet noodzakelijk een goede film. En dat is wel een beetje wat dat, dat is. Hè. Ja, ja. ja, ja. Bedoel, oh, Dat is, is een oké film. Want ik moet nu wel zeggen, ik heb hem ook onlangs teruggezien, omwille van, eh, samen met mijn dochter, en dan vond ik hem beter als de eerste keer dat ik hem zag. Ja, ja. Dus ik vond hem wel leuker. Ik, ik zat wel te kijken en ik dacht, oh ja, nee, eigenlijk... Eh, en degene die, die er bij mij uitstak als zo'n passerend niemendalletje, de eerste keer dat ik hem zag voor mij dan toch, die dat ik nu super leuk vond, was de eerste Ant-Man. Daar had ik echt zoiets van, hé, hey, eigenlijk is aan een ke tof. Nu schijnt hij goed. Ja, ja, ja Dat ja, stond ook het. heel erg een beetje op zichzelf dat vooral, maar dat ja. is wel, wel heel tof en ik snap wel dat zo zo, is zo stil ik is Eindmijn nu ineens aan het evolueren, naar, ja, die neemt nu ineens de film waar dat het allemaal wat van god afhangen, wat eigenlijk ook wel tof is. Ja, zo. ja, dat is waar. Dus, maar... ik, dus er is wel het is niet dat ik daar niet naar uitkijk of niet denk dat dat goed was en ofzo dus ik ben nog niet we blijven erin geloven Voilà, ik ben nog niet hè, ik ben niet bereid om het MCU volledig af te schrijven maar ik vond wel van de, van de fase 4, vond ik maar heel weinig goed hè. Nee, dat is... ja, ik denk, het beste ja. bewijs is toch ook dat dat je dat zo overduidelijk niet goed weten was het moet aanvangen met die internals nu hmm. ze ze dat, zo... dat doen ze bij ze hebben dat in de mix gesmeten Negeer die handen en ja. iedereen is zo ik dat er één keer in Shield een lichte referentie op een gazet is. Ja. waar iemand zegt van hoe zit het eigenlijk met de hand dat er uit een oceaan steekt? Dat ik dacht. <laughs> oh, <ja. laughs> ah, ja. Iemand had ah, ja. dan een keer fucking benoemd. Ja, ja. Maar, maar behalve op zowat Kingo-affiches links en rechts. Niks, hè? Die Eternals, nee, we wel... Eter Eternals heeft, ook, heeft ook niks opgeleverd qua enig memorabel personage. Hè. Dat was ook, er, is, er stond een hoop volk op dat scherm, en die staan daar ook letterlijk een hele tijd. Ja, Black Knight, dat is wel Dat die en neffenieën allemaal staan. En dan denkt, ah ja, ja, Black Knight, wie weet. Je hoort ook de stem van Blade, hè? In de, ja. Dat komt er ook aan. Dus we zullen het allemaal wel zien, maar tot hiertoe. Allee, maar, die Eternals, uh, ik denk dat die Eternals painted itself into a corner, he, die film. Ja. Je zat er nog te kijken en je dacht, goed, overal overrollen valt eigenlijk niet veel niet meer te vertellen. <laughs> Zo, de alleen dat was het dan. Maar, nee, maar uh, bij de, bij de Eternals is tweeledig, want dat is aan de ene kant komen die in een wereld waar ze uh, hadden kunnen helpen met alle, alle dingen die er gaande waren, is die gebeurd. Dus dat was ja. raar. En tegelijkertijd, hetgeen wat zij al wil opzetten. ...zouden we alle andere superhelden op kunnen reeren ...en dat gaat het ook niet gebeuren. Nee. Dus die, en die hebben een soort alternative universe... ...en we, we, en, en, we laten het gewoon... ...voor wat het is en we, we doen dat of het niet gebeurd is. Let's dat, pretend uh... that never happened. Dus nee, ik, ik vond dat ook heel saai... ...heel traag, heel kleurloos. Ja. Ja. Ik zat er ook zonder te zien. Ook weer daar, bad guys... ...you don't care about. I, dat ik echt denk van... Die... En voor mij ook een klein beetje wel. Ik bedoel, ik heb die comics wel gelezen en Icarus was de held. En ja. he turns out to be the bad guy. En ik denk, waarom? Allee, wow. ja, ja. <laughs> Zo hadden geen slechterik kunnen verzinnen, want Icarus is best cool. En, en eigenlijk is wel iemand waar ik van denk, daar hadden nog wel meer mee kunnen doen. En ook nog een tof van acteur dat dat speelde. Dus ook daar, ik, ik, ik was niet echt mee met heel veel keuzes die ze gemokt hebben uh, in, in de voorbije fase. Nee. All right. dus ik ben We wel parkeren... blij dat die fase genoeg ja. voorbij is. Tot de, de volgende. We parkeren Marvel, het is helder. Uh, is zeggen... eigenlijk al nu, hè, Fokker? Moet nee, nee dat bij mij geven. was Marvel ook, dus dat hebben we nu ah, okay. wel. Uh... Right, dus het yeah, is girl. terug aan de Alexander. Uh... Echt, aan mij weer? Oké. Okay. Uh, ja, ja. Nee, ja. Alex had iets waar bij mij ook in mijn lijstje stond. Wel dus, uh... laten we het in de superheldenfilm zo houden. Oké. Okay. <laughs> uh, of iets Alex. anders. Nee. Uh, nee, nee, nee. Wat hebben we dan? Al? Let's go. Black Adam. Oh, maar dat heb ik niet gezien. We ja, hebben ook gezegd dat dat niet goed is, hè. Dat is niet goed, hoor. Wel, Adam vind ik echt cool in de comics. Ja. Dus ik vind dat heel jammer dan eigenlijk wel. Want ik lees er ook alleen maar slechte dingen over. Maar uh, vertel, want ik, ik, hier kan ik niet over meebabbelen. Of toch niet over de well, film. Uh, het grootste probleem van die uh, film is, is de rok, hè. De rok is zijn <laughs> de grote vijand want, oh... Dat is al wel een beetje naam betaald. Ja, ja, ja. Maar dat is ook een feit. <laughs> ja. De rok is uh, dit... Op het einde van het jaar op de valreep begint Mijn Liefde voor de Rok. Een beetje af te zwakken, en begin ik het wel door te hebben, van alles veilig spelen, is ook niet de interessante keuze. Nee. En ik weet niet of ik dat ga blijven volgen. Nee, okay. die, heeft, of... die heeft wel de liefde van het volk over hem. Als, in, als je die ziet, dan is het iets van ...alright, de rock. Ja. En die films zijn nooit echt super, maar je vergeeft hem dat altijd wel. En ik heb het opgegeven nu met Black Adam, omdat dat zo veilig is. Maar zo veilig, en zo gepubliek screend, en zo gescreentest dat daar niks zo interessant aan is. Dat, nee. is dat, dat heeft nu een keer niks bijgebracht nog aan superheldenfilms. Mm -hmm. In de tijd hadden we dat beetje met die Injustice League van Joss Whedon, dat je daarnaar keek en dacht van, goh ja, dat is niet slecht, maar we kennen deze al, en al beter. Want dit is nog een keer die Injustice League film opnieuw. Dat je weer zit te kijken en je denkt van, maar wa, wa, waarom? En wat? En hoe? En, en je voelt alle fouten op voorhand afkomen. Het feit dat zelfs Black Adam eigenlijk nog altijd... ...niet slecht genoeg is. Nee. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is het ding. Hè, want ja. ik, ik weet nog helemaal in het begin van de... Um, toen ze begonnen, dan was Shazam ook nog niet gecast. En toen was The Rock al in... Hè, daar was al sprake van. En ze hebben hem laten kiezen ook. Hè, want hij kon kiezen of dat een Black Adam ging zijn of, of Shazam. Ja. En hij heeft toen gezegd... Nee, ik wil Black Adam zijn... ...want dat is een veel moreel ambiguur personage... ...en dat is veel interessanter... En dan denk ik, alright, cool. Hè? Zo, dat lees je dan. Maar inderdaad, als ik dit dan hoor, dan, is er, dan blijft daar niet veel niet meer van over, eigenlijk, nee. basically. Nee, het is uh, een beetje wat Will Smith is in uh, ja. Suicide Squad. Ja, dus een deadshot dat eigenlijk ook toch niet een slechterik kan nee. zijn. Nee. Nee. Want er moet altijd een zeer begrijpelijke motivatie ja. zijn, waardoor dat je toch sympathie ja. in hebt. Letterlijk ja. dat. Ja. De, rock is, okay. de, rock, de rock is de Will Smith van de spieren. En het is echt. <laughs> Uh, Wil degene was... waar Chris Rock misschien wel blijven, is dat hem daar laat. Nee, lap, ja. nee. Als <laughs> <laughs> Chris Rock dood, <laughs> ja, dat, was de, dat, dat was een eigen Oscar. Dat was een postuumpje geweest. Ja, uh, ja dat moesten we nu. <laughs> nu. In de memoriam stond je dan bij dit jaar zo. <laughs> ja, ja. <laughs> dan moesten we in een universum leven waar de Rock genomineerd was voor een Oscar? Dat gaan we ook niet meemaken. Nee, 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 <laughs> no, nee, nee, nee. Nee, nee. Ook waar. Maar nee. uh, ja, het is ook wel. <laughs> ...tot uiting gekomen, maar dat was... ...we zien al een tijdje terug, dat de Rock... Uh, ...bijna contractueel afdwingt... ...dat zijn karakter nooit verliest... ...in eender welke film dat hem doet. Mm -hmm. de, rock, de Rock verliest nooit. Nooit. Nooit, 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 nooit. Mm -hmm. Je kunt de persoon uit... De, de, ...de worstelwereld halen... ...maar je kunt de ja. worstelwereld niet uit de persoon halen. Nee. Minimum een execo, ...maar hij verliest nooit. Ja, dan kunnen korte mee worst Dat had nog grappiger geweest. <laughs> <laughs> Uh, het enige goede aan de Black Adam film, en dat is ook letterlijk het enige goede, is James Bond. Wie ja, ja, is, is Brosnan? het he? Dr. Fate, Fate. Fate, dat hij is. Ja. Die is ja. Dat is een fantastisch ja. personage. En ja. het is echt jammer dat de rock door die film heen loopt. <laughs> de, de rock is de film van James Bond aan het verpesten. Er was is... zo één klein dingetje in een trailer dat ik zag en dat gaf mij hoop. Maar nu is het natuurlijk... ...volledig naar de klote, maar ook niet omdat jullie dat zeggen... ...maar omdat echt letterlijk iedereen dat zegt. Ja, ja, ja. Maar het is ook wel, hè, jullie bevestigen dat dan... ...dat zo dat één moment dat iemand tegen hem zegt... een van de Justice Society zegt tegen Black Adam... ...we don't kill people of zoiets... ...en dan zegt hij, I do. En ja. ik dacht, ah ja, want jij zegt Black Adam. En Black Adam is begonnen als een vijand van Shazam... Hè. ...dat was echt de letterlijke, hè, zoals je met Marvel vaak hebt... ...de slechte versie van dat was echt letterlijk dat. Ja. Maar dan is je doorheen de jaren wel geëvolueerd in de comics ook. Hè? In bijvoorbeeld Doomsday Clock zit hij ook in, die crossover van Watchmen. En... Maar dan speelt hij een eigenlijk meer een soort ja, Dr. Doom-achtige leider van een land. Hè? Dat zo Midden-Oosters is. Hè? Daar moeten we het afleiden. Kandak. En waar dat ook zo... Moeilijke relaties met Amerika, geopolitiek en een bad guy, maar we hebben hem ook wel een beetje nodig. Mm. En dat mocht je wel interessant. Dus ik zat wel te hopen dat de film meer van dat aspect van die zijn persoonlijkheid naar voren ging brengen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn dan nee, uiteindelijk. Je vermoordt vermoord wel volk, maar uiteindelijk draait hij weer goed uit En een teamplayer op een bepaalde manier. Ja, ja. Mm -hmm. ja. Ja, het is ook Wat wordt, voor... wordt er ook gesuggereerd dat hem, dat hem, dat hem een, een, een aanvaring gaat hebben met Shazam, of niet? Zit daar wel iets aan te komen dat gevoeld... Het is een met Superman, hè? Spoiler ja ja ja, 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 ja. Nee, maar Shazam wordt niet overgesproken. Nee, hoor. Shazam zelf nee. wordt niet overgesproken. Je nee, wordt niet gehind naar nee. uh, Sorry voor iedereen die vallens is, maar de Rock... Heeft de laatste doodsteek toegediend aan het DC-universum, gelijk dat we het kennen. Ik ja. Ja, ja. weet dat dat internet niet op zijn kop staat voor James Gunn, want dat is wat hij doet natuurlijk. Hè. Een man maakt een heleboel goede dingen, en dan maakt hij één ding dat niet naar uw smaak is en hij is de lul. En daar hak ik nooit mee akkoord. Mm -hmm. um, en nu is iedereen kwaad op James Gunn, omdat ze dit en dat. En denk, ik heb, dat, ik heb, dat interview, like, heb daar zo'n variety artikels gelezen over hoe de Rock de keer is gegaan voor die een Black Adam film te maken. Allee, dat, dat is wel sneu voor fucking Henry Cavill om opgevoerd te worden als Superman en twee maand later dat weer te mogen gaan staan en zeggen van ja eigenlijk ben ik hem toch niet meer. Ja. Het was ah, nog om... erger en hey, je nog mogen aankondigen dat hem het eigenlijk wel ja. terug ging zijn. Ja, 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 om, ja. om dan een paar weken later te moeten zeggen ah nee toch niet. Terwijl Cavill voelt ook altijd zo'n beetje, eh, voor mij, eh, reboot Superman wat mij betreft, of doe het pas binnen tien jaar, als we het niet allemaal meug zijn, I don't care. Maar Cavill, daar lag het niet aan. Eh? Nee, nee, die, die jongen nee. verdiende eigenlijk, is een echte goede Superman-film. Ja, 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 dat ja. je denkt, er de, de was nooit iets mis met Henry Cavill. Dat nee, was nooit het probleem nee, van nee. wat je kunt hebben met Batman vs. Superman, Justice League, Man of Steel, wat iedereen ook. Eh, de, ik vind bepaalde dingen beter dan de andere mensen vinden. Er zijn ook dingen volledig terecht ze dat ze er daar slecht over vinden. I don't care. Maar die, die dude was nooit het probleem. Mm -hmm. Dat is een van de mooiste verhalen dat ik er ooit over heb gehoord, met de casting van Henry Cavill. Dat was dat hij met dat Superman-pak buiten kwam gewandeld uit de kleedkamer en nobody laughed. Nee, ja. Dat is wat die allemaal zeiden. Die keken er naar en ja, dus ze weten: Fuck dat is Superman. Ja, en ja, Dat, dat kik er ook wel mee. Tuurlijk. Ik bedoel, Die kerel looks like Superman. Dus ja. dat is. En, en, en wat, wat dingen destijds, ook heel hard dat Christopher Reeve. Je kon er niet meer Superman nut zien als die event. Dus nee. dat, en die acteren ook goed. KV Look is ook een ja. goede acteur. Tuurlijk, als je de, een goede overtuigende Amerikaan wil hebben, dan pak je de Engelsman. Ja, ja, is, altijd, hè. Is, is, is altijd. Een ja, goeie slechte Dutse die zoekt een Engelsman. En een goede Romein is een Engelsman. Alles en, is een uh, het Een oh, Egyptenaar ja. is een Engelsman. Ja. Dat is allemaal Engelsman. is een Engelsman. Gandhi is een Engelsman, dat weten we allemaal. Hij heeft Engelse gegooid. Maar niet in het Engels, hè, mannen. In het Engels. Ja, ja er is daar duidelijk van alles gebeurd. Want het grote probleem is dat de het schijnt rond management... Allee, rond dingen is gegaan bij Warner Brothers. Dat hem um, rond de persoon... Dat ik moet dan vragen is gegaan en GoDaddy. Oh, door. ja, zo. Went oh, above ja, ja. people's heads. Oh, ja, 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 dat is nooit goed. De rocks en ex-vrouw is eigenlijk de manager van Henry Cavill, uh, zulke dingen. Oh, zijn oh, ook, oh. Weet, omdat, omdat ze bij Warner Brothers dus eigenlijk al door hadden van ja. Henry Cavill is altijd die hadden soort al een paar jaar beslist, maar die hebben dat nooit uitgesproken. En dan is wat rond-rond gegaan en die hebben daarin geschoenlepeld met een cameo. Hij heeft zichzelf in die een animatiefilm met die dc, uh, DC Super Pets. Super Pets mm -hmm. heeft zijn eigen in Super Pets geforceerd. Alleen met Black Adam erin geforceerd. een yeah, yeah, yeah. after credits was hij niet wou, maar daarna weigerden hij ook promo voor die Super Pets film te maken. Hij wou per se een bar, die zijn in een Teremana. Uh, wat is dat daar, die is een tequila, zijn in een Teremana uh, shit verkocht, maar dat is de film die PG13 is. Zwarmborders vond dat niet gepast om daar tequila te kilo te verpatsen op die film. Dus hij stapten ze he, hem, he rubbed them the wrong way. Ja, en ons nu ook, want als je dat allemaal vertelt, dan klinkt het wel echt als een heel verwend mannetje, eigenlijk, inderdaad. Mm -hmm. terwijl, terwijl die vroeger zo niet overkwam. Dude, ik zweer het ja. u, als er, als de, ik, ik volg de Rock op Instagram hè, en als die zo even een filmpje post, dat ze wat inspiratievol is, dat hij ze in een bos loopt en is altijd bezig. Uh, uh, we moet even falen als man. We weten, ergens staat er een artikel in Variety of Hollywood Reporter van iets dat je verkeerd gedaan hebt. Ja. ja. Je bent aan ja. overcompenseren. Dat is altijd zo. Ja. Hij doet ook niet mee aan uh, de Vol de Fast of the Furious, hè? nummer 10. Nee, dat is omdat hij niet overeenkwam met uh, Vin Diesel. Maar Vin ik denk... Diesel, hè? Ja, dat is, ik begin daar te bekend, denken hè? dat Vin Diesel nog gelijk heeft. Ja. ja? Want ja. hij wil ook niet verliezen. Ja. Nee. Oh, <laughs> ja, ja. Want hij werd ook eigenlijk een beetje geïntroduceerd als een halve ja, bad guy, ook een beetje, hè? bij, bij oh. Feist ja, 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 en de Furious. Ja. Die zijn een personage, een flik, die ja. achter die gasten zat, hè. Dus het is altijd, ja. En dat vind ik ook wel spijtig. En daar kan ik het ook heel erg in vinden. Kon ik het altijd heel erg in vinden met u ook, fokken. Over het Will Smith deadshot. Ja. Vooral dat ik ook altijd dacht. Maar dat zou voor u toch ook veel cooler zijn. Dat je zo contra-type niet echt een mega klootzak speelt. Ja. Allee, dat iedereen denkt: wauw, Will Smith, dat hadden we nooit niet zien aankomen. Terwijl het plek achteraf, dat gaat echt een nakel zijn. Eh? Dus dat zouden toch kunnen spelen. Ja. Maar het is, het is een beetje jammer, ja. Dat. Uh, dat, dat dat, dat die, zo in dat, die meten zichzelf ook altijd zo'n soort inspirationele familieman-achtig imago aan, van daar mogen we nooit meer tegenin gaan, maar dan denk ik ja, maar is dat niet wat acteren een beetje is iets spelen nee, maar dan dan ga je, is, en dan ga je ja, mis zo. en daarom, daarom mm -hmm. ga je hier mis met dat soort, en ook bij die je, 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 je dan verwarren we de, de acteur met zijn hele uh, uh, perceptie rond die acteur ja, ja. En, de, en, en het personage wat een icoon is. Ja. En daarom ben ik niet zo'n grote fan. En dat is een heel grote zijtak, maar dat is een vergelijkbaar. Jack Nicholson als de Joker. Mm. Ja, maar dat is Jack Nicholson. Ja. En The Rock als Black Adam. Dat is The Rock als Black ja. Adam. Ja. En daarom is Henry Cavill als Superman. Omdat Henry Cavill nobody knew of, of Christopher Reeve. Dus mm -hmm. dan is het Superman. En niet ja. Henry Cavill is Superman. Maar de ja. Rock als Black Eyed, of Will Smith als Deadshot, ja, dat is Will Smith, dat is de Fresh Prince als Deadshot. Ja, toegegeven, hè? waar, kan ik niks tegen inbrengen. Alleen, dan kunnen we toch misschien nog een beetje nu best doen om dat niet te doen wat geld te toe. Misschien zou juist, dat dan wel iets topsluiten. Dat je dan net iemand ziet, want, want bijvoorbeeld Tom Cruise speelt niet dikwijls een slechterik. Maar als je dat dan doet in collateral, he goes all the way. Nee. Hè? En dan doet hij dat keihard. En dan doet hij dat mega goed. En dan of in Tropic door... Thunder, geloof ik. Ja, niet. dat hij zo'n zo dikke manager speelt of zo. Of wat was dat? En, maar, en in maar... de Magnolia is die ook een hele leuke slechte. Nou, nee, nou, ja, dus... dan speelt hij er wel een nakel in. Hè? Ja. Dus als die dan beslist, hè? want in, in over het algemeen de cruiser is de held. Hè? En dat is de reden waarom dat we nog de film gaan kijken. Ja. Maar als die dan niet eens beslist van dat niet te doen, dan vind je dat ook bijvoorbeeld helemaal niet erg om te zeggen. Ja, ja, ik speel die slechte huurmoordenaar, maar het hoofdpersonage van de film is eigenlijk Jamie Foxx. Ja. En hij doet wel een, heel grote, een hele grote rol erin. Maar die doet niet zo, nu moet dat ineens over mij gaan en op het einde moet ik wel zo'n redemption story krijgen, want ik ben wel Tom Cruise. Omdat die, zo... mensen, omdat die gast ook niet zo bezig is met family friendly en de kinderen nee, kijken. die, die wil gewoon en... eigenlijk een goede nee, film maken okay, en dat is misschien toch het leukste ofzo. Ja. <laughs> het verschil is ook, bij Will Smith hadden wij gewoon allemaal rapper door dat hij niet volledig just is. En dat bedoel ik dan niet op een hamer manier, maar ja die gast die heeft zijn shit niet op orde hè. dat is een raar gezin dat is een rare familie die heeft een rare relatie duidelijk die is altijd aan het overcompenseren. Maar want ja, 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 ja. ik bedoel heel die, die slavernijfilm dat hem dat gedraaid heeft voor Apple TV ba heel die is in Instagram ik heb die die was dat is gewoon een grote redemptie voor wat er gebeurd is op die Oscars ja, ja de, de volledige Black community uitnodigen van naar die film te komen kijken foto's met Dave Chappelle Dave Chappelle heeft de film ook gezien hij vond hem ook tof hoor en ja altijd van, maar wat zei het toch allemaal aan doen, noemde? Ja, ja. Hey, het is dat... een beetje jammer dat dat soort fratsen uh, nu allemaal een beetje primeren, vind ik, op, op, op moktgewoon film. Hè? Want ja. er worden keihard goede films gemokt. Ja. Want we hebben ze besproken in The Joker. Het is ook niet dat we allemaal kak gezien hebben. Nee, deze, nee, nee, maar... nee. Is veel Integendeel. Nee. En eigenlijk waren veel van de leukste dingen die we gezien hebben, originele films. Hey, en niet een reboot, niet in franchise buiten dan Top Gun, maar dat was keigoed gedaan. En ja. hey, daar hebben we nostalgische mannen bij gelaten. Eh, dus uh, dat, was ja. allemaal, dat was allemaal oké. Okay. Maar ik wil zeggen, ik heb ook niks tegen franchise-films. Hey. Dan moet ik in de helft van mijn collectie buitengooien. Nee, maar mijn maar... top 10 dit deze jaar zat, uh, <coughs> uh, zat uh, alleen Top Gun, was een uh, franchise. En Clerks. Ja, dat klopt ook. En voor de rest niet. Ja, bij mij was dat dan de Batman, denk ik. Hè? Ja, ja. Wat, wat dan, is dat dan een franchise? Of is dat, ja, nu heb ja, je ja, blijkbaar ja, ja, wel, denk ja, wel, ik. Er wel, zal wel. wel een vervolg op komen met Robert Pattinson als Batman. Ja, hè? Even duidelijk, ik weet niet of je de Golden Globes gezien hebt, maar Eddie Murphy heeft wel weer mijn hart gestolen. Oh, dat was zo goed. Ik dat zien. was zo goed. Hoor, om ja, dat... Vertel, vertel. Oh zelf. ja, omdat like dat ik zeg van hey, de Will Smith Redemption Tour en iedereen is komen kijken. En ik ben bevriend met iedereen, behalve duidelijk Chris Rock niet. Um, and, dan and... zal er ook geen niet meer zin, denk ik. Hè? Ik had ook al ergens gelezen, zo'n artikel gelezen, van hoe lang gaan we nog blijven lachen met Will Smith, die Chris Rock slaat. En in mijn hoofd denk ik van, ik hoop nog een tijdje, want we gaan dit niet vergeten. Hopen. Nee, nee, nee. We gaan nee, dan nee. niet een soort van dingetje van, oh, weet er nog dat jaar? Nee, nee, nee. We gaan nee, er nee. nog iets mee achterna zitten, hoor. Nee, en dan nee. hou ik zo hard van die Murphy dat dat een speech afsteekt, omdat hem de Cecil B. DeMille Legacy Award krijgt. Ja, heeft. ja, hij krijgt... De... Ja. En dan... Heel zin in speech afzet. Ik heb nog drie tips voor iedereen. En dat is: betaal op je tijd uw belastingen. Um, mind your en, own uh, business. Mind your own business. And whatever you, do, whatever you do, keep Will Smith's wife out of your fucking mouth. Ja, ja. En, ja ik moet er heel hard mee lachen. ik denk: van, ja, vecht maar terug. Eigenlijk. Want, maar hij doet het ook letterlijk: eh. keep Will Smith's wife's name out of your fucking mouth. En dat is zo <laughs> zot wordt, gelijk dat hier. Want <laughs> dat was zo goed, hè. Eh. Oh man, hoe dringend moet die man terugkomen die gaan doen? Oh, hey trouwens, ik... nieuwe... kom een film met mij op Netflix hè? met Jonah Hill, nieuwe film. Ah ja. Ja, ik denk dat dat wel oké okay gaat zijn. Met Eddie Murphy, hè? Ja, hè. ja, want ik had er zo wat reclame voor gezien, denk dat ik. Uh, die Dolemite-film vond ik ook supergoed. Vond ik van ik leuk. Ik vond ook het... fucking Wesley Snipes geniaal. Oh, die uh, was Hoe goed was die ja, actie? Ja, ja, ja. Dat hij zo'n pretentieuze acteur speelt die dat dan gaat regisseren. Heel goed. Het ziet er super generisch uit. Want is Jonah Hill die verliefd geraakt op een zwart meisje en dan bij de ouders moet komen en dan de ouders... Ah, uh, uh, guess heb zo'n coming-to-dinner, zo. Ja, maar de trailer die mij wel lachen. Ik, ik hou wel van Jonah Hill, ik hou van zijn awkward ook. bullshit. Ik ook. Mm -hmm. Eddie Murphy kan niet echt veel verkeerd doen bij mij, dus... ook niet. Het is ding, ja, moet je dringend terug komen die gaan doen, dat is een deel van mij dat zegt, ja, ik wil keihard een nieuwe special van u zien. En aan de kant denk ik... Ik snap wel waarom dat hij dat blijft stellen, Want je denkt zelf, oh, ik moet opboksen tegen die twee klassiekers. Ja. Misschien denk ik niet meer zo relevant. Misschien zijn dan zink ik toch niet meer dat. Ja. Ik denk dat dat toch ook voor hem dat Je dat wilt dat wel, denk ik. Maar er is toch een deel van hem dat ook denkt. Oh, ik weet niet wat ik hiermee moet nee, doen, of, ja, of het ik het zou wel, doen of niet. Moet... heeft wel twee mega specials waar je natuurlijk. Ja. Die yeah. film die heet You People. Uh, met, you people. Uh, Just... met Jonah Hill en Eddie Murphy. Dus die, moet, yeah. uh, die komt blijkbaar uh, eind van de maand uh, uit. Ook, uh, oh. What do you mean, You People? Yeah. What you do people. you mean, You People? <laughs> <laughs> uh, oh. Alex, heb jij nog iets? Uh, wat je, heb ik zeer, nog iets in de reden? Gewoon ja. dat ik nog liggen, uh, wat ik helemaal niet goed vond. Oh, ik kon niet echt. Veel van mijn hang-ups zijn dezelfde, zijn, hè, over dingen die mij storen, maar de, laten we dat dan maar weer al even doen. Uh, ja. Uh, ja, Rings of Power, hè, dat vond ik verschrikkelijk. Easy. Uh, Easy. Uh, Rings of Power, Lord of the Rings. Amazon, oh, ja, daar heb ik twee Lord... afleveringen van gezien. Amazon nu van dat... Lord of the Rings, ik vond dat ja. vreselijk. En laten we dan, hè, want, want bij mij was ook nooit het probleem met sommige mensen, oh, een zwarte een hobbit, een, 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 een bruine een elf, dat ik, ik denk, een witte elf bestaat ook niet. Allee, I don't care. Maar maakt gewoon wederom daar ook weer je hebt weer een hoofdpersonage dat onuitstaanbaar is. Ja, dat ja. ik ook denk, ik heb geen idee waarom ik, ik u tof moet vinden. Die lijkt ook helemaal niet op, op wat Kate eh, wat, wat Blanchett uiteindelijk wordt als Galadriel. Die hebben niks met elkaar te maken. Je zit terecht naar te kijken en je denkt, ik weet niet wie dat dit personage is. Eh, je hebt dan. Um, en binnen bende pseudo-hobbits, want dat zijn dan geen hobbits, maar hardfoots, en die, dat zijn psychos, allee, ja, die, ja maar ja, dat is, die gaan, die gaan wandelen met een nieuw en iedereen dat niet kan volgen, die laten ze achter, en dan doen die zo'n ceremonie, we're waiting for you, en dan denk ik, nee, je gaat erop moeten wachten, toen, hè, nee, bende zotte, gestoerde, kleine dwergen, wat de fuck is er mis mee, allee, dat is ook weer, de, de enige, het enige personage in de film, dat een beetje mededogen toont, voor zijn eigen mensen is de slechterik. He, er zit een, een de leider in van de orks en er is een ork op een bepaald moment aan het sterven en hij eet je zo liefdevol vast en hij verlost je zo uit zijn lijden met een mes. Terwijl Galadriel in het begin van de, van de, van de reeksmissie om bende gasten door de, de sneeuw aan het lopen is en er valt er een noem en die zegt Galadriel weet en die zo no, we, we move on. Ja, ja, ja. Dat doe ik weer denk door het, Maar zo snapte, er zitten zoveel te veel dingen in. maar ik zo zit te kijken en denk maar wat voor tof? Dat is, nee, man het is hier tof. Wat is dat hier voor een vervelend universum? Ja, er, er en zit... daar zitten dan mensen en <laughs> ja. dingen en alles. Ja, en, en dan... dat loopt er allemaal maar in rond, en, en, en een beetje wat jij <laughs> eigenlijk ook vertelde, Xander, over, over, over Wakanda Forever, dat heeft dat ook een beetje, dat switcht van de ene plek naar de andere, en dat introduceert maar volk, maar dat spendeert ook geen tijd met dat volk, dat je die leert kennen, dus dat boeit je ook niet, of dat die doodgaan of niet, of dat die winnen of niet... Er is niks... Hè? alles Alle twists tussen aanhalingstekens zie je van K.V. aankomen. Hè? Er zit een gast en dat is... Oeh, zou dat niet Gandalf zijn? <laughs> oh, dat is niet Sauron, because he likes forging things. Get it? Allee, sorry, maar, maar ik had dat met heel die reeks dat ik er zat te kijken en dat heb ik dan nog uitgezien en ik weet eigenlijk niet waarom. Want ik was maar aan het kijken en ik dacht... Oh, allee, deze week een nieuwe aflevering, ik zal het maar opzetten zeker... Ja. En, en ik, vond dat, ik heb dat de hele tijd dan misschien oneerlijke vergelijking getrokken wel, maar logisch ook met House of the Dragon, wat ik wel kijk. Daar heb ik vond. niks van gezien. Nee. Ja, en ik vond dat echt heel goed. En ik had ja, ook ja dat hoort voor dat veel is, mensen. Dat staat ook een beetje op zichzelf, dat is cool, dat heeft wel dezelfde vibe als Game of Thrones, maar dat is toch iets anders. En het is ja. niet zo'n soort luie prequel... Want het gaat wel echt ergens over. En je begint ook iets in te zitten met die personages. En dat is goed geschreven, en dat is goed geacteerd en dat ziet er goed. uit. Dus het is ook bij mij totaal niet te doen over, over, over de, de begincontroverse van oeh, er zit een zwarte dwerg in. na nee, nee, nou, twee minuten uit die K goed acteert, valt u dat ook niet op. En die is trouwens een van de dingen die mij nog het minste er aan want die was eigenlijk nog leuk. Ja, en Lenny Henry uh, is sowieso Ja, altijd... vind ik een coole event. Maar, ja, ik ook. Maar wat die, en die doet niks verkeerd in die film, maar, maar dat script is zo slecht dat ja, je ja. kijkt naar die hardfoots en denkt mijn god, dat het allemaal gestoord. Zo, even, zo Ja, maar dat is echt zo. Op een bepaald moment heeft Galadriel een, een speech tegen de, de leider van de orks en het komt een beetje erop neer dat hij zegt: You are a mistake and you need to be erased from the planet. En ik dacht: That's what a bad guy says. Yeah. Zo, zo, <laughs> wat is deze? Terwijl die zegt alleen: Ik wil alleen maar mijn plek in de wereld eigenlijk. Dan, ja, ik, ja, ja, ja. Maar dan moet je wel een beetje weten wat dat je wilt doen. Ja, als je iemand introduceert als een slechterik, ja, lot je dan ook slecht zijn. Het is ook zoiets om, om deze tijd, en ik begrijp dat wel, want in sommige gevallen is dat wel goed gedaan, gelijk bij Thanos. Hè? Je geeft je een goede motivatie, en ineens denkt ook: oh, hè, het is niet zo'n cookie cutter bad guy. Maar aan de andere kant denk ik: hé, hey, zo'n goede gemiëne smeerlap. Die kunnen we ook nog wel eens gebruiken. Zo wen waar je niet wat sympathie voor hebben, omdat hem het moeilijk gaat vroeger. Nee, ja. nee, geeft mij zoiets een Alan Rickman in Die Hard. Of ja, een, ja, ja. een bad guy die je geniet van het feit dat hem slecht is. En ja. dat wij allemaal kunnen zeggen: wat een coole motherfucker is dat. Ook al wet. Natuurlijk moet je verlezen en moet je er hand op tanden, want dat is een, dat is een slechte rit, maar lot die je gewoon niet slecht zijn. Ja. Dus, ja. Maar, zo dat, dat ambigu ding, wat, wat, wat die, 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 die drie films van. Uh, Peter Jackson veel minder hadden, hè. De bad guys waren gewoon bad in de goede maar ja, die, die was een trouw aan het, aan het bronmateriaal. Dat was natuurlijk. ook natuurlijk en, 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 nou. en, en hier merkte wel dat ze zo wat, Hoe zeg je dat? They're playing a little fast and loose with it. Maar, nou. maar, maar, maar niet op een goede manier. Dus ik vond dat nou ja, echt, Ik, heb, ik, heb, ik, ik ja. heb daar twee of drie afleveringen van gezien. En ik had ook... Ik heb het niet uitgezien. Want eigenlijk give a shit. En, het, en, en op een gegeven moment kwamen ze bij de dwergen. En dan zo... Ah... Eindelijk personages en, en, en mensen die ik aardig vind. Ik, heb nog, ik zit al twee afleveringen naar iets te kijken. Ja. En ik vind niemand aardig. Niemand. Ja. Jij mag en die nood, dwerg is leuk. Een stom, die, die doet zijn de mond open. Die heeft dan een Schots accent. Dat deel op ook altijd. Hè. Dan, ja. dan denkt hij, ah, oh, Billy Connolly in klein. Hè, zo. Ja. Ja. Dus, hè, ja, die wil hier knuffelen. En dan ja, denk ik, van, ja, van, ja nou, een leuk dwerg. Dan ik, oh, en dan heb je dat gezien. En dan heb je dat En dan heb je die een boord. En zo. En dan je manneke. Maar uh, nee, ja, goed. Maar die, die Lord ja. of, de, um, de, uh, House of Dragons moet ik nog zien, maar uh, ja, goed. Ja, vond uh, ik cool. Ik vond ja. dat echt tof. En dat eindigt ook op een, 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 uh, een moment in die laatste aflevering dat je letterlijk zo wel een beetje Game of thrones geweest denkt. Amai, now the shit has hit the fan. Eh? Oké, okay, zo right. so dat, Dus dat dat eindigt en dan denk je, ah, oh, for fuck's sake. Ja. Zo, zo, en zo, dat, dat is wel... Ja, maar een goeie ook. Ja. Dat je wel denkt, ja, naast nice, nog de kloten. Alleen zo nu, nu je het niet meer goed. En dat is, dat is wel tof of zo. Want hoe, dat, hoe dat die cliffhanger van, van dingen eindigt, Rings of Power, dan denk ik gewoon. Oh, ja, ik heb, die, ik heb die originele drie films al gezien. Ik weet waar deze zijn. Ja. Ik heb die, nog vijf seizoenen nodig om mij uit te leggen hoe dat Lord of the Rings begint. Of ja, hoe en, dat we zijn al, begint. en we waren al zo. Zo blij bij prequels. Hè? Denk aan Star Wars. We zijn echt. We zijn pro-prequels. Ja, of de graag, Hobbit. Hè? De Hobbit ook. Want de Hobbit. Hè, en daar ben ik. ik dan, dat kan ik, ik nog oké okay vinden. Maar ook daar, hè, alle kritiek daarop volledig mee eens. Als je zo die hè, wat ze altijd doen in prequels, is dat foreshadowen. Zo van, kijk, terwijl dat ik denk: dat weten we allemaal, want ja. we hebben die drie erveur, hebben we ja, gezien. Jij gaat niet dood, hè? Want we weten nee, dat je nee, nee. daar al is. En jij gaat niet. Jij gaat daar naartoe. We weten het al. Ja. Nu, als je, en, en dan kom je uh, automatisch bij even bij. pet heet. Uh, en, en het is, gewoon, het is ook dat klaar. Het duurde ik, nog lang, vond ik eigenlijk. Ik, ik doe het niet meer. Ik doe het okay. gewoon niet meer. Ik doe het als op een, een barberboer. Film... <laughs> <Ik>, ja, <laughs> uh, toch? Dat doe ik echt <laughs> niet meer. Ik, ik zit altijd op de fiets. Maar, maar uh, dat doe ik echt niet meer. Maar uh, uh, ik ga niet meer naar films... langer dan drie uur. Ik doe het niet. 2 uur twintig, uur vind ik ook al te lang. Alles, alles is te lang. Uh, uh -huh. Er zijn altijd drie afleveringen te veel. Een film duurt altijd drie kwartier te lang. Allemaal, uh -huh. allemaal. Uh -huh. Ja, maar die ene film, die ook, die ook. Uh -huh. en, en, en ik doe het gewoon niet meer. Ik ga niet naar Avatar. Ik ga niet. Ik ga gewoon uh -huh. niet. Ik wil die thuis kunnen doorspoelen. Dat ik, Godverdomme, was verhaal. Was je verhaal dan? Smurf. Wat je fucking smer. Was je verhaal? Was je verhaal? Uh -huh. Ik doe het niet meer. Ik doe het niet meer. Ik ga niet naar die lange films kijken. Een tv-reeks kan ik nog eventjes doorzappen, of kan ik nog even kan ik even gaan kakken, kom ik terug. Is toch niks gebeurd, weet je wel? En, en, maar ik, 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 doe, ik doe het niet meer. Alles is te lang. Mm -hmm. en, en, en er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Bladi bladi bla. En ik vond uh, June niet te lang, want die hebben drie, die hebben zes uur verhaal. Ja, twee die die hebt nog een volledige film nodig ja. om dat verhaal af te maken. Dus dat dus is logisch. Er is, uh. is gewoon 40 minuten oranje woestijn is er echt geen minuut te veel aan. In het nee! Maar het <laughs> is echt niet. Dat vond jij dat eigenlijk goed, Xander? Word jij ervan van of vond jij dat helemaal niks? Ik vond dat niks, sorry. Ik vond echt ik heb het een hele dure parfumreclame uh, Dat Daar is dat, weer maar... angstaanjagend. Te juist of zo, wat je daar maar, zegt. Nee, 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 maar weet, je wat, mijn ding, weet je wat mijn ding is? En dat meen ik oprecht... Ik had is... nou wel kunnen voorstellen dat Timothée Chalamet zich nog de camera draait en zegt, j'adore, en dat hij wel had geklopt of zo. Dune, dat <laughs> en, dat, en dat Dune van Paco Rabanne, <laughs> dat had wel kunnen, ja. Godverdomme, uh, uh... you ruined the movie for me, you little fuck. Nee, 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 nee. kijk, weet wat mijn <laughs> probleem vooral met die film was? Is... Um... <laughs> dat is Dune Part 1. Dat ja. was voor die film nog niet zeker dat er een Dune Part 2 kwam. Dat, dat, was, al, dat was inderdaad uh, verontrustend dat was toen spannend, ik zat ja. te kijken, ja. ja dat en, maar dat voor mij is dat, dan heb je een film, want die is ook twee uur en een, en een brok denk ik, ja. de eerste uren van alles opzet en introduceert, dan gebeurt, gebeurt als ik me herinner, die grote inval of dat, dat, dat oorlogsdingetje ja. gebeurt. karakters ja. mm -hmm. rotten daar gewoon op, of verdwijnen gewoon. Waarvan dat ik mm -hmm. dan later moet ontdekken van hey, maar die komen nog terug hoor. Oh, ja, ja, wel, als er een tweede komt, als er een tweede komt. En daarna een uur een gast die gaat gaan kamperen in de woestijn met zijn ma. Mm -hmm. En dan is de film gedaan. En ik ja. dacht: maar, waar heb ik nu mijn tijd in geïnvesteerd? Ja. Kijk, het dat is, is goed beetje... om te zeggen, en ik, ben, ik haat het als mensen tegen mij zeggen: ja, maar uh, je moet even drie afleveringen kijken en dan kom je er wel in, of uh, nou, ja, maar het boek dit. Maar ja, maar. In het boek gaan ze ook vijf jaar vooruit. Ja, ja, ja. Dus, dus mm -hmm. het, het is heel logisch dat hier die break zit en dat het, dat het eigenlijk in twee parts ja, gedaan wordt. Maar dat klopt, ik ga dat klopt, haar, ja. jij, als iemand die dat boek niet gelezen heeft of daar geen voeling mee hebt, nee. snap ik dat je, je wat bedrogen voelt. Dat was, wel... een nieuwe, dat was een beetje nu een eigen kritiek, soms ook fokken op, op het, uh, het Marvel-universum. Maar ga je daarvoor ook altijd zeggen van ja. Als ik nu die ene ben die, hè, zoals Stan Lee zei, een eerste comic moet eigenlijk altijd iemand zijn een eerste comic zijn. Juist. Ja, ja. Dat dat universum soms ook een beetje... Hè, ja. Dat gevoel van de winks en de nods. Maar met, met Dune is dat zeker. Als je helemaal niks met dat universum hebt of nooit gelezen hebt of niet weet over wat het gaat, je gaat dat zien als leek. Ja, er waren mensen dat dat wel heel hard over de streep trok, want dat was heel ja. succesvol. Zelfs bij ja. veel mensen dat die een boek niet gelezen hebben. Klopt. Maar de, de kritiek dat je geeft, snap ik even hard. hè ja, ja. Dat je kan wel... kijken en denken... Hoe mo en, oh, oh, en waar is... Eh, waar is Josh Brolin in je zin? Ja. En waar is die in je zin naartoe? En hoe... Die, die was toch ook belangrijk? What happened to that guy? Ja. ja. Dus dat zullen we dan allemaal nog wel zien. Wie wil weet ja. niet ja. voor iets aan zo te zien... Uh, er komt een tijdsprong van vijf jaar, dus misschien moet ik ook vijf jaar onthouden waar al die mensen meegemaakt hebben, want ik weet niet wanneer dat duurt. Is het Dune 2 voor dit jaar? Ja, is... dat is november. November dit ja, jaar. Right. Ik heb ja. gewoon, net dat zoals is... bij Avatar, niet veel ambitie om daar nog iets van te zien, want het heeft... heeft mij niet echt bekoord ofzo. Ja, mm -hmm. ja, ik snap het, snap ik. En, nu, ja, er en... zijn natuurlijk nog films die eindigen op een cliff. Ik bedoel, Empire Strikes Back is ook van, uh, 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 wat? Uh, dus ja, mm -hmm. ja, het is ja, een beetje... Ja, maar... allee, tegen dat ik Empire Strikes Back gezien heb, was die film al twintig jaar oud. Da, allee, toen wist ik wel dat er nog shit kwam. Of, of Back to the Future 2, hè? Maar goed, dat dan ik had je wel lang al lang. Ja ja, 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 ja. Maar goed, maar mijn ding is, het is allemaal te lang. Er is altijd drie afleveringen te veel. Die films duurt Alles, eh, zeker in het Netflix-tijdperk, nou, ik ben het niet volledig mee eens, maar wel voor 95%. <laughs> er zijn sommige films die ik niet erg vind dat die langer duren, maar het is wel waar. Zelfs de Batman is ook heel lang. Te lang. En voor het vooral dat hij eigenlijk wilt vertellen, hoeft dat, dat ook zo lang niet te duren. Hè? Nee. Wel, Grappig is. Ik heb uh -huh. een stapel films hier thuis van de Blu-ray stapel. Allee, de, 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 ik denk dat wij allemaal wel de stapel hebben van nog te zien. De, nog ik heb meerdere stapels. <hijen> ja, ja, hoor. Ja, en bij mij zijn ze wat gerangschikt naar. En we noemen dat hier zo de zondagmiddagfilm. Omdat dat altijd eentje is van over de twee uur. Ja, ja. ja. Dat je het s'avonds niet meer wil opleggen. Want ik weet, even van ons twee gaan eens Daar redden die meer. Nee, nee. <hijen> hey, en vaak is dat een topfilm. Hè? Ik bedoel, ik heb, dit, ik heb vorig jaar voor de eerste keer dinges gezien: uh, JFK van Oliver Stone. Zeker. Ja. Ja. Beste film alle tijden. Uh, spijt dat ik zo lang gewacht heb? Ja, maar ook, dat ding is bijna drie en, uur. En, lang. En, en, niet, en niet te lang. Want die is heel lang, maar die moet veel vertellen. Hè? Dat ja, is ja, ja. wel cool, ja, nee, dat de je film. Kijk, dat En, het, zo, veel, en daar gaan we om. Het gaat het bij over. Het gaat me niet zozeer over. Het gaat me ook over, de, over gewoon de, de zit, de lange zit. Maar het gaat me vooral over. We worden al wat dauer. Je ja, wordt al wat staan, wat je, sta, je. je lang ja. moet zitten. Nee. Als, ik, als, ik, als, ik drie, als ik drie seconden iets moet kijken, val ik in slaap of pak mijn gsm. Maar, maar het gaat vooral over de, de ratio tussen tijd en, en het verhaal. De, 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 de vertel. Wat ben je aan het vertellen? En hoe meer vrijheid uh, regisseurs en, en uh, ruimteregisseurs krijgen, they don't kill their darlings. En soms moet je gewoon vooruit met de geit. Mm -hmm. En, uh, en, en, en dat, het gebeurt te weinig. En, het, en het, ik, ik, als iets langer dan drie uur duurt... Ik heb uh, door die Elvis-film heen geworsteld. En dan, en dan, en dan, en dan duurt dat keihard lang. En dan denk ik van... Ja, maar dan heb ik naar een keihard lange film zitten kijken... en ik weet niet eens wie Elvis is. Maar hoe kan dat nu? Hoe kan dat? Ja. Het zal echt van iedereen afhangen, want... jij vond de Fablemans ook te lang. En ja... Ik vond de Beatles niet te lang. Ik vond de Elvis ook niet te lang. Ik heb mij over heel de lijn amuseerd met Elvis, dus ik, het zal een beetje van, ja. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, maar het is wel opvallend, en dat is, daar is wel een goed punt, vind ik. Als ik zoveel, hè, want ik, ik, ik heb zo'n periode, hè, de, 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 de kerstvakantie, is eigenlijk gewoon ziek geweest. Hè. Ja. En, en ik had een mega bronchitis. Ik ja. kon niks gaan doen, dus ik zat thuis. En als ik thuis zat, ja, dan begint opa films te kijken. Hè. Maar ik had gewoon zoiets. Weet je ik kon nog eens zo door een hoop films die ik al lang niet meer gezien had, of nog eens wat terug. En dan denk ik, dingen beginnen te zien, like The Lost Boys en, en noem maar op. Ja. Maar dat is allemaal 90 minuten, hè. 90 minuten. Het ding is, als je dat ziet, hè, een Lethal Weapon is misschien iets langer, ja. maar ook niet veel. Hè, en dat was al een lange verinzende tijd. Hè, want als dat over anderhalf uur ging, dan wordt al nog een lange film aan het kijken. En Just. het ding is, die krijgen dat allemaal wel verteld in dat anderhalf uur. Dus er was wel een soort compactere manier om een verhaal te vertellen dan dan dat je nu wel gevoeld wel nu is de gemiddelde tijd van de film is twee uur hè? Ja. Of, langer. of langer, maar korter is hetzelfde. Je hebt de, de paar uitzonderingen. Ik heb er gisteren nog een gezien, dat ik trouwens een leuke vond. Dat is die nieuwe Antoine Fuqua-film. Ah ja, met dingen is dat. Dat is met Jake Gyllenhaal. Die dat is, is een leuk. soort 911-gast. Uh, uh, ah ambulator. die, ja die is fantastisch. Ja, die is kijk, the, the, the Guilty. The Guilty. Ah oh, nee de. Dat ja, dat speelt... ja. Ja, is een politieagent. Dat, ziet... dat is een remake. Dat is een, uh... Hij speelt ah, ja. een Daan beantwoorden. beantwoorder Hij ja, speelt de hele tijd af in zijn... Want die is eigenlijk al in hem. Hè. Benau, er komt ja. zo links en rechts in een acteur even iets zeggen. Maar dat is eigenlijk een film dat je heel de tijd naar hem ziet te zien. Onder een telefoon. Je hoort die babbelen tegen mensen. De actie volgde door wat dat hem hoort. Maar dat is keigoed. Ja, Allee, en dat duurt, dat duurt letterlijk 90 minuten. Dus ik zette dat op en ik dacht, ah, dat is een film want dat is 90 minuten. Dan kreeg ik al direct een staar meer van Ster de weer! Fokken, want dat is ja, 90 ja. minuten. Is maar ik lust. wil maar zeggen, dat, dat vertelt ook een verhaal dat u helemaal meesleept, maar dat hoeft inderdaad niet. Heel uw, heel, op die drie uur tijd heb ik twee films gezien. Hè. ja, ja. Dus ik zie liever twee matige films van anderhalf uur dan één uh, oké okay, van drie uur. Sorry hoor. Ja, ja. Ik zie, ja. ja, nee, nee, ik snap wat je wilt zeggen. Yo. Ik kan er weinig tegen inbrengen. En als... ja, weet je ook zo? Mensen die zeggen: ja, je moet even drie afleveringen kijken. Voor, want het moet. Het eer, de, ik hoorde onlangs. De eerste twee seizoenen zijn niet zo goed. Maar dat derde seizoen. Ja, maar ik ben toch niet. Dat, ja, nee. ...we gaan nou toch even doen, normaal man. Uh, maar ik godverdomme, 30 afleveringen. Nou, ik, heb, kijken. ik heb een paar Voordat het begin? dingen. Ik heb ja, een nee, paar joh. dingen meegemaakt, fokken. Wat ik van denk. Hé, ik ben twee keer begonnen aan, aan Breaking Bad. Omdat ik ja. niet door de eerste drie afleveringen gerokte. Ja. Voor de een of andere reden, omdat iedereen mo bleef zeggen hoe briljant dat, dat was. Dacht ik, ik zal het nog maar iets doen. En ik ben dan voorbij die drie afleveringen geraakt. En ik moet wel toegeven, ik heb het uitgekeken. En ik vond, kijk ja, hoe? Ik moet ook dat... eerlijk zeggen dat bij Andor. Dat ik die eerste ja. twee afleveringen ook. Die dacht. zijn ook saai, hè? Ja, Ze moeten ook duren. Door, hè? Ja, ja maar en het is toch. Als in de derde aflevering vliegt, dan TIE Fighter voorbij ik... We zijn de Star Wars! We zijn he? in Star Wars! We zijn ja. Star Wars! Ja, ja. We, ja. Zijn ja. Star Wars. Ja, we zijn ja. 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 We zijn wel aflevering. We zijn met die ambitante, regenachtige <laughs> kutplaneet af... waar alles zo vaag lekt op Star Wars. met uh, lerende gast. Ja, ja, inderdaad. En in de aflevering die het TIE Fighter voorbij ja, Ja, ja. Ik beste zeggen, ik de eerste aflevering. Maar bij ja. anderen moet je de eerste... Dus soms is het ook waar. Hè? Soms is het wel zo. Het zo. Maar, in, in, maar inderdaad, als je wel... <laughs> dat snap ik wel. Als iemand zegt, joh, joh, die eerste drie seizoenen moeten voorbij. Ja, maar dan, is... dan denk je, joh, maar hoeveel tijd denk je wel... dat ik heb? Of we wel, ja. over welke reeks dat het ging. Maar iemand heeft daar echt tegen bij gezegd. Maar, uh, het derde seizoen. Dat Park, is echt... goed. Oh, ik weet Park Sarak. is daar een heel goed voorbeeld van. Hè? Ah ja. Uh, iedere reeks heeft altijd een seizoen te veel. Ja. Meestere reeks is dat het laatste seizoen. Ja, ja. En Rek is dat het eerste seizoen. Ja, ja. Dus iedereen zegt dat ja, je moet gewoon door dat door eerste seizoen moet geraken. Het is dertien aflevering. Ja, hoe <laughs> is de mama. Maar karakter geïntroduceerd worden, dus ik moet ze wel leren kennen. Ja, ik wil het zeggen, ja, ja. je kunt niet aan het eerste, eerste aflevering, tweede nee. seizoen, dus kun je niet beginnen. Je nee, nee, dat het tweede nee. seizoen gaan en je vraagt je niet af waarom dat Chris Pratt in een put woont naast een ja. huis. Daar is geen uitleg voor, je moet dat gewoon weten. Ja. Dat is wat ik ook nooit begrepen heb, is waar de haast in was bij Game of Thrones. Zo, de eerste paar ja. seizoenen moeten kijken naar, naar uh, Brienne of Tarth, die met Jamie Lannister de uh, 100 kilometer aflegt op een heel seizoen. Ja. <laughs> en dan zit ineens in de laatste seizoen, wordt precies allemaal niet rap genoeg. Kom vooruit. Ja, in no ja, time. Ja, en... dat ik, en, en, dat, dat, de enige indicatie dat er tijd voorbij gegaan is. In die aflevering zelf, in die lessen, is dat ineens gebeurd dat Jon Snow niet niets langer aan baart, Dan Van de ene minuut op de andere. En dat je denkt, oh, uh, de, er zijn wat weken voorbij dan. Of, ja, of, dat, of, is, dat is ongelooflijk. Dat is dat een is beetje jammer dat die dat zo hard een bal daar hebben laten vallen, om zo'n goede tv te maken. Maar goed, blijkbaar in die periode ja. dan uh, uh, weer, weer wel... Uh, dat is dan wel weer cool, maar waar ja. dat naartoe gaat, I don't know hoeveel... Uh, uh, Reek ze dat dat gewoon zin? Dat weet ik ook niet. Allright. Maar, maar ja, Xander Rijk, heb jij nog een derde uh, irritatie? In de, in de lijn van de film zit te lang duren. Ja, nee, of iets anders. Of is iets anders er, is, er is wel duidelijk een thema hier. Zo. <laughs> ah, je hebt er, ah, dat is er ook een of ja. Ja, ja. Ah, ja als dat is toevallig. Ik heb er maar drie. Hè, dus, ja? uh, Blond, die een biopic van Marilyn Monroe. Dat wou maar... ik iedere zien. En daar, is, daar lees ik ook alleen maar over dat dat slecht is. Ja, ik ook. Ja, want ik, ben wel, ik vind Anna de Armas wel een graaf. Lekker wijf. Oh, <laughs> ja. lekker wijf. Ja, maar, maar vertel. Ja. Ja. ja, vertel. Dat is... Um, ja, kijk, zelfs naar dood uh, wordt Marilyn Monroe aangerand zo te zien, want... want <laughs> holy fucking shit. Dus, dus dan denk je van, laten we een biopic maken van Marilyn Monroe, maar uh -huh. laten we het vooral afspelen rond de moment dat ze verkracht is en miskramen heeft gehad. Ah, ja. dat, is ah, die ja. hele, dat is die hele fucking film. En die duurt ja, drie ja. uur. Um, en er zijn niet één, maar twee monologen van een foetus uit haar buik. Dat is niet waar. Ja? Oké. Okay. Oh shit. Dus uh, ja, dat is eigenlijk het ding. Ik bedoel... die, die had ik eigenlijk niet zien aankomen. Nee, ga ook niet. Nee, deze ga niet. Al, nee, ga dus, niet. Uh, nee, nee, vertel. Alright. Ja, nee, allee, dus kijk. Ge, 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 dat is dan een, een monoloog van een ongeboren kind, zo gezegd dan. Of wat is dat dan? Ja. Oké. Okay. Ja, uh, kijk, Anna Darma's, Anna D'Armas speelt er wel zeer goed. Mm -hmm. Als ik twijfel had, voor, van, want die eerste trailer klonk echt als een Spaanse. Of was ze was ook eens. Uh, ja, ja, ze heeft, ze heeft ja, ja. Dat ja, een ja. vrij zwaar dialect of zo. Ja, ja die Oef, komt wel uit Cuba. Of ik weet niet meer van waar. Ja, het die komt. Ja. Ik zit er sowieso naast. Maar dat maakt niet ja, uit. Nee, die is van Cuba. Die mm -hmm. is van Cuba. Nou even ja, ja. nou, een accent, kun je niet rond? Die speelt dan Melon Monroe. Uh, er was wat fallback op van, ja, kunnen dat wel doen? Ik vind het ook een beetje een moeilijke, want ja, uh, Marilyn Monroe was wel All American Girl. En ja. dit is niet zo'n een, een dingetje van, ja, maar dat kan ook de zwarte acteur zijn. Ja, nee, dit is echt wel heel erg een heel Amerikaanse blonde vrouw, maar goed. Ja. Heeft dat kijk goed gedaan. En ja, Marilyn Monroe was een tragisch figuur. Uh, dat was niet allemaal de oppervlakkigheid die je kent van de films en, en de, weet dat, de ditzy Girl Next Door. Maar om heel die film zo wat op te hangen aan. Iedere vent die haar ooit geslagen heeft. Iedere vent die haar ooit verkracht heeft. En iedere miskraam dat ze gehad heeft. En dat drie uur aan een stuk. Ja, dat is wel een lange, lange, lange zitting. <laughs> Holy shit. En de ene keer dat de feut is begon te spreken. dan waren we nog maar halverwege. Dus ik, ik weet jij je hoofd... kunt dat wel weer zo vertellen dat ik dat toch weer wil zien. Nee, nee, dat, nee dat, ik hoef nee, dat niet zien. Dat is zo aanbetaand hoe dat jij dat altijd doet, dat ik nee, nee, denk, nee, nee, ja, ik zou daarna echt, echt, nou echt zo vervelend zijn als dat je zegt... Ik weet niet wat dat de, de feutus ex. nee. exact zegt, maar in mijn hoofd is het al zo... Nee, mama, nee, is het echt al dat geworden? <laughs> ik weet niet of dat letterlijk gebeurt in de film, maar het zit wel daar. <laughs> oh, ja. Ja, ja, ja Het is dus minder leuk dan de sprekende piebel van Pep en Tommy. Ik had veel liever drie uur naar de spreekende de Piemel van, van Tommy dingen gekeken dan. Uh, die was. Die Tommy Piemel. Heb je dat gezien? Nee, ik moet dat nog zien. Dat is fantastisch. Ja, spreekende Piemel. Ja, Spreken ik weet, de Piemel van de sowieso Een goede sowieso. vriendin van ons, hè. Marianne, die had dat ja. ook gezien. En die is ook mega motley crew van en zo, Maar die zei wel: van ja dat is keihard leuk. En ik dacht: ik, super. Ik, ik wist wel en ik vond ook zeker het. het, het trailer, hè? ja hij is een kei leuke acteur, Sebastian ja. Stijn. ik vind hem een kei coole gast, maar, maar ik was ook vooral wel weggeblazen naar hoe hard dat die Pam erop lijkt, alleen zo, die speelt het, het is, heel, het is wel redelijk indrukwekkend of zo qua, ja, ja, ja. qua hoe dat het eruit ziet. Dus, maar dat is uh, good fun en blond is dus pretentieus uh, too much. Pretentieus en alweer zoals ik zei, um, die vrouw haar leven is gedoorspikt ge ge met miserie, maar om, om allee, ik zal het zo zijn, een, een, mijn vriendin is wel een grote fan van, van Marilyn Monroe. Ja, uh -huh. En we zaten om duur samen naar die film te kijken en te denken: van, iedere keer als die een kamer binnenwandelde, dat we dachten: door wie gaat ze nu verkracht worden? Omdat, <gutters> omdat dat bijna een running joke werd. Op oh, ja, ja. oh, 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 een bepaald ja. moment, moment wordt ze bij, bij Kennedy geroepen, bij de president. Ja. En dan wordt ze in het gezicht geneukt door de president. En dan denk ik: uh -huh. oké, okay, nu gaan we daar tien minuten naar kijken. En het is gewoon, ja, om, om dan te zeggen van. ja... De, die komt daar ook niet uit als een sterkere vrouw of zo dan in uw beeld. Zat het dat je denkt: oh my, wat een leven heeft die gehad? Nee, je denkt gewoon van: oh, holy shit, ik zou ook te veel pillen gepakt hebben, nooit na de tijd. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, nee, uh, ja, je hebt hem goed. Uh, je hebt hem goed, uh, hebt hem uh, goed verkocht, tuk. Ja, 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 ik ga uh, ik hoef hem niet te zien, dat is duidelijk. Ja, maar weet je wat ja. het ook is, hè? Je wilt zelfs ergens in zo'n film. Ondanks dat je weet, allee, die heeft niet lang geleefd, die heeft veel, veel miserie gehad. Mm -hmm. wilde toch ergens af, de momenten dat ze het pakt. Dat je denkt van, alright, ze gaat er wel voor. En die, die, en die film is zijn zo minuscuul, die momenten dat ze haar acteercarrière serieus neemt. of dat ze. Je snapte ook maar Ja, iets succes welke... heeft. Of... Ja, ja, en, dat toe, dat... en dat toe ook een beetje na van wie dat ze was, hè, want dat was ja, wel, wel een meer. megaster. Hè. Allee, ja, Tuurlijk wel, ze heeft wel ook in, in een paar heel goede films gezeten. Ja, hè, ja, ja. Dus, dus het is ook niet. Ja, en dat is een beetje spijtig dat, je, dat we zo in een, in een tijd leven waar we overduidelijk... Hè, er zijn bepaalde messages die mensen nu belangrijk vinden. Want, en, en er is niks mis mee dat je er films over maakt. Wederom, want hè, dat toen Hollywood ook al jaren. Dat is niet ja, ja. van de laatste vijf jaar. Maar wat hij vroeger wel deed, was dat hij balanceerde dat een beetje nut hè, Dat je denkt... De, de, als je bijvoorbeeld zelf Spike Lee, niet altijd fan van, maar als je Malcolm X ziet, ja, dan krijg je wel een heel beeld van de man. Hè, als beginnende ja. crimineel, wat dat hij was, tot, tot de, de, extra, de, de, de redelijke, bijna separationistische extremist, tot een gematigde moslim, dat hij uiteindelijk geworden is en dat hem dan eigenlijk afgeknald wordt, waardoor dat je het ook nog heel erg vindt. Dus je ziet heel de tijd om een film te zien die de dingen wel schetst dat je nodig hebt en dat de, de nodige maatschappij kritiek heeft maar dat ook tegelijkertijd wel de triomfen lot zien van iemand en niet alleen die is een tragedie want dan ja, nou was ze er dan aan het kijken hè? nee dat klopt en, en ah, ja. ik heb ook het gevoel, ik heb nogmaals, ik nogmaals ook niet gezien maar ik heb soms ook het gevoel bij dit soort films of bij, dat ze soms ook vergeten dat het ook wel gewoon entertainend mag zijn Mm. Ja, dat is, dat is goed dat je dat zegt. Want ik moest ook denken, Xander, toen jij erover begon, aan, uh, je hebt zo'n... Je hebt, je hebt zo Bill Maher, die is zo altijd zo. heeft zo'n zo programma, weet dat weer, Real Time, met Bill ja. Maher. En dan heeft hij ja. altijd met New Rule. Hè, en dan is hij weer zoiets dat je hem overzaagt of klaagt. Maar een van de funnies ging over de, de Oscar-nominaties, maar dat was van het jaar ervoor. Ja. En dan ging hem zo af wat dat, dat allemaal was. Hè. Een dementerende, nauwe man die dit, een vrouw die daar rondtrekt wow. in een trailer en doet in En een dit, een zus. En die is zo, yes, the Oscars, sponsored by Razorblade en rope, hè, ja. dat hij zoiets had van ja. kunnen we alsjeblieft nog eens iets maken waar we ons eigen ook mee willen amuseren, of wat ja. hij zegt alleen maar zo van die die hé, alleen maar wandaden in gruwel, en linden. Marilyn Manson is ook een entertainende vrouw die gewoon entertainende ja, films gemaakt heeft. Monroe, maar Manson, is ook wel. Marilyn Manson, dat is een andere familie. film. Maar maar die was... zou die ook een film mogen krijgen, maar ja, uh, die films niet zo'n heeft... schone zin. Ja, wat, wat? die film ook heeft en dat is een observatie die mij lief maakt, is je gelijk ieder shot in die film is precies een iconische foto van haar. Maar, maar is... dat is ook hè, dat is ook. Ja. ja. Dat is ja, zo. maar dat is, niet allee, dat is niet hoe het. Snap je wat ik bedoel? Hoe, het, is niet... hoe de wereld is. Nee, nee, ja, maar dat is wel. Ja. Iedere shot begint met zij die daar in een soort van iconisch stuk kledij ligt. In een pose dat je kent van een foto. En dan denk je, maar die. U zei gewoon, zijn is van haar leven op, aan het baseren op iconische foto's. En zo werkt het nu ook weer niet. Nee. Ja. Dus zij die daar op die rail staat, allee, op die, die Nairvent van de metro en haar kleed aan mogen dat is een bepaald dingetje, ja. En. Weet dat, dat je dat laat zien, van, dat er dan is met mannen zijn die zo... Dat geloof ik tot een bepaald punt. Maar Marilyn Monroe spendeerde niet alle dagen van haar leven ergens in een open raam of op een vloer op een schapenvel. En je mag het ook dubbel laten zien, in de zin van, er zijn momenten dat hij dat waarschijnlijk vreselijk vond, dat hij zo... Eh, ja. Begeild werd, maar er waren andere momenten dat hij dat ook cool vond. Ja. He, er zijn, dat had ook voor- en nadelen. He, dat er is een, dus dus het, is, het is altijd leuker als iets op een bepaald moment toch een soort nuance heeft, waardoor dat je wel, he, gelijk dat je zelf al zegt, laat eens een paar momenten zien dat hij mega cool is. Ja, dat Tuurlijk. je Ook al denkt, oh ja, want dat is wel Marilyn Monroe. Is een dat is schaars. Dat, dat is eigenlijk dat je Elvis alleen op pizza zou zien eten, zie kakken, met zijn bakkers voorover zie vallen, zijn tong eraf bit en dat hem dan zijn broek en, nog vol kakt. En 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 dat is een beetje pot schiet zo. En ja, ja. de king of rock and Roll ja. He, en de andere beelden is dat hem in zijn peignoir zo heel zijn zwembad heeft gevuld met gloeilampen. Wat hij gedaan heeft. En dan met een loeikensgeweer al die gloeilampen zat kapot te schieten. Terwijl dat hem zo van die peanut butter, bacon en banana sandwiches nog binnen <laughs> aan het touwen is. Ja, dat je ook vertellen over Elvis. Ja, dat is maar, waar. Dus op, dat had de Elvis film helemaal niet. En dat had er... ...ook wel een beetje in mogen zitten. De, er had dikke bananen boterhammen in mogen inzitten. Er had wat meer doop in hem mogen verdwijnen. Dat ik Dat je door hebt hoe erg dat was. Hè. Ja. Maar het is... Maar, tis, tis, ja, wat, wat maar ook ik kies beetje ook beetje eerder hadden. de entertainende ja. Elvis-film... ...dan een pretentieuze... Ja, of een verboeiende... balans tussen de twee. Want ja. soms, als je dan te veel de entertainment lot zien... ...wat jij dan zegt, fokken over ja. Elvis... ...dan ja. leer je hem ook niet kennen. He, dan, 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 dan ga je alleen puur voor een mythologisering van dat figuur... ...maar dan, dan krijg je ook niet... Wie dat die was, dus... Wij klopt. Ja, als je op blond afgaat, is ze uh, een slachtoffer geweest heel haar leven. En uh, ja. dat is ook niet helemaal waar. Maar, nee. Nee. Het is waar tot een bepaald punt, maar dat haar leven is niet aan elkaar gelijmd. Maar, ja, er zijn, ik denk, het is schaar. De momenten moment dat ze haar acteerwerk serieus pakt en, en denkt van... Ik ga ervoor gaan, en dan duikt er ja. een, 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 vet, een, ja, een mannelijke regisseur die zegt van... Nee, zeg gewoon sexy en zwoel. Ja, ironisch genoeg heb ik dat al gezien in fucking Pam en Tommy ervoor. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Er is dat moment dat hij zo voor Baywatch zo'n hele serieuze monoloog heeft. Daar is ze er super blij mee. En dan zegt hij: Sir, ja, we hebben eruit geknipt dat we gewoon seksje te zee wandelen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dat is ook, en dan ja. geeft datzelfde punt, maar wel entertainend gebracht. Ja. ja. En dan snapt de haar ook veel beter. Ja, tuurlijk wel. Ja. Dan doe ik niet heel de tijd aan het denken, want dan, dan denkt de, oh ja, tuurlijk, dat moet toch mega frustrerend zijn dat je daar mee moakt, hè? Dus, dus ja. op zich, ja, ik zeg het. Ja. Het begint en, het, en, het, en, het, en het, het, allee, het valt en het staat toch een beetje mee. mee... Dat je, dat je dat personage goed neerzet dat Absoluut. dat daarom interesseert want dat interesseert mijn mini recensie was dat de film zo taktvol is als een baksteen in het gezicht en dat is hem <laughs> uiteindelijk ook Eén keer dat de feutjes beginnen spreken dan is het voor mij al klaar even he. taktvol als een rustige kapstok tussen uw benen ja, <laughs> ja. <laughs> We kunnen All al right, een tot zover werden. Blond, denk ik. Voilà, okay. uh, Alex, wat is jouw derde, jouw derde pet? Uh, daar ga je misschien van verschieten of zo, ik weet het ja, niet, maar ja, ik vond ja. dat een tegenvaller. En okay. dat, dat, dat was vooral hetgeen dat mij er wat ontstoorde, want ik was niet mega-fan van de eerste film, maar wel van de mensen die erin zaten. Uh, yeah. Ik hou ook van het soort film, maar, maar deze vond ik echt niet goed, hoewel dat ook goed begon, hoewel dat ik ook vond dat dat er heel vaak goed uitzag dat er echt? veel mensen in zaten die dat ik leuk vond, okay, maar glas, ik weet het glas, niet, ik weet het glas niet. onion. Ik vond glas onion echt. Niet ah goed. ja. Oh. Nee, ik vond dat echt niet goed. En ondanks een een goede uh, Edward Norton, ondanks uh, ik hou van, van uh, niet nie in al zijn iteraties, maar ook heel hard van Daniel Craig. Ik, ja, ik ja. hou ook heel veel van veel van de acteurs die dat daarin in zitten. Ik ben ook wel een fan van Dave Bautista als acteur. Ik vind hem een leuke gast en zo. Maar ik vond dat, ja, oh. wat moet ik daarop zeggen? Een how done it is heel vervelend als you know how done it na vijf minuten. Zo. Als je raadt is dan die en Tissenmoek. Dan denk ik, oei, ja, <laughs> dat is ja. wel een beetje spijtig. Zo, um, ja, ik vond dat niet goed. Nee. Ik vond die, het, het, het zet een paar personages op waar ik dan van denk, ja, hè, je voelt al benauwd van, ja, het kan alleen maar de die of de dieën zijn, want dat is een process of elimination en dat gaat heel rap. En als dan het. De, Personage dat vermoord wordt, ik kon proberen van niet te veel te spoileren. Nog niemand, dat staat nog niet lang eh, op, op, op Netflix, dus ik wil dat ook niet verkloten voor mensen. Nee. Maar er was zo één iemand waar ik van dacht: ach ja, dat zal hem wel zijn, want dat was hem dan niet. En dan denk je, ja, dan is het ten dienste, en dat is het dan wel. En ik vond dat gewoon een beetje jammer. Um, ja, ik. ik... Ik vond dat dat ook nergens echt naartoe ging. Dat was zo soort, er zat een, een leuke vondst in. Dat ik tof vond dat ik echt dacht van ik zit hier heel vaag over, ik weet het. Ja. Maar ik probeer gewoon niet te veel te spoileren ja, ja. voor mensen die hem nog niet gezien nee, hebben. Nee, nee, ja, ja. He, dus, hij zet een moordmysterie op. Je hebt zo'n soort miljonair, miljardair, een beetje uh, Musk-achtig figuur. Ja. Zo, die je dat ja. zo, Steve Jobs. Musk, die het, zo, zo ja, die dat, ja. Die, die dat dan gespeeld wordt door Edward Norton, die altijd goed is, want die acteert altijd goed. Klopt. En die laat dan een bende van zijn jeugdvrienden naar daar komen, mensen waar het mee opgegroeid is, die allemaal op hun eigen manier succesvol zijn of geweest zijn, maar die dat zo, hè? die met hun eigen problemen zitten. Hè? Een corrupte politica, een, 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 zo'n soort Andrew Tate meets Joe Rogan-achtige antifeminist die zowat stoer doet en met geweren zwaait. Ja. Dat is dan Dave Bautista. Hè? Je hebt dan... Uh, um... Ja, je hebt gewoon zo een, een heel groepje, een ex-fotomodel, waar je vroeger wel liet, mee je gaat maar ook niet. Allee, het is zo, zo dat dus je krijgt heel die bende en Benoit Blanc dan, hè, de, de, we, de, de weerkerende figuur van uh, Daniel Craig, de detectieve, die je dan per ongeluk op dat Dalam terechtkomt. Je krijgt een uitnodiging, maar die is eigenlijk niet uitgenodigd. Ja. En dan begint het, hè, voor... voor en dan ja dan, dan gebeuren er dingen. En de, ik hou wel van die oude ensemblefilms, hè, zoals die Death on the Nile en en, ja. en hè, mm. al die Agatha Christie films van vroeger of of, of zo van die. All-star cast, we gooien ze allemaal bijeen en we doen dan zo'n Cluedo-achtig moordmysterie. Mm -hmm. Vind ik altijd tof, alleen ja, dat was niet aan de orde met die film, vond ik. Ik, ik. ik zat er nog te kijken en ik dacht... Nee, ik zie het allemaal al van al ver aankomen. En ik vond dat eigenlijk jammer. Hey, ik mm -hmm. vond dat niet heel goed. Gewoon, ja, ik vond maar... dat oké. Ik vond het okay. ja. veel minder dan die eerste. Ik vond het, de mm -hmm. cast minder, ik vond het verhaal minder, ik vond... Ik vond dat veel meer dan die eerste. Maar ik, heb, me, me, ik vond dat ook een half uur te lang. Dat sowieso. Uh... <laughs> Hoe lang duurt hem? Twee uur? <laughs> twee uur en een kwartier of zo? Nee, ja. <laughs> nou, dan is het twee uur en negentien te lang. Nee, het duurde twee uur en negentien. Dus daar kon easy een half uur uit. Mm -hmm. uh, uh, maar ik vond dat nog wel oké. Okay. Maar dat, waarom? En dan is dat, dat heeft dan weinig te maken met het, met het verhaal. En meer met ja, al die acteurs... En ik moet ook eerlijk zeggen, ik vond uh, die zwarte vrouw uh, heel goed. Maar ik vond vooral de moeder van Dave Batista. Dave Batista ja. en zijn moeder. Die ja. moeten hun eigen die moeten een spin-off krijgen. Ja. Dan, toen die, die moeder niet meer erin zat, dacht ik van ja, ah, fuck die ja. film. Ik ben er klaar ja. mee. Er zouden wel een hele funny film van kunnen maken. In en inderdaad, zo'n zo Andrew Tate, een internet. Influencer, ja. achter Joe Rogan, achter een coole, stoere gast. Met zijn superdominante moeder. Sorry, die film wil ik zien. Ja. En die film wil ik liever omdat zien. Dat, omdat ja. dat 9 van de 10 ook wel is van waar dat komt. Dus ja, dat is ook wel grappig. Hè? Ja. Dus, dus dat is ook wel zo. Uh, alleen, ook weer daar, dan moet je het ook beter schrijven, want ik vond het ook zo lui geschreven dat hij er dan ook heel hard uitkomt als dat typisch karikaturaal cliché. Maar ook al, elk personage is een cliché van niet, maar ze zijn het dan ook alleen maar. Ja, nee, dus je, je zit moet er dan het, ook ja. naar te kijken en je denkt, ja, wat ook altijd leuk is aan die oude films, is dat ze zo'n hoop mensen introduceren, en gaandeweg beginnen die zowat de hun rol te vallen. Omdat ja. je begint door te horen ah, die hebben allemaal iets te verbergen, of die hebben allemaal iets gedaan, of die hebben allemaal iets... Terwijl al die personages die worden neergezet als wat dat zijn in de eerste minuut, en dat is ook wat het is. Klopt Dus op, dat, dat, vond ja. ik, dat vond ik ook gewoon een beetje jammer. Dat kon allemaal beter. Dat ik echt dacht, ik vond... Ja, zo, ja. want op bepaalde vlakken zie je het er goed. Hè. Er zijn momenten dat dat er echt... Tof het zie je op dat eiland komen en zo. En dat je denkt: wacht, ik ben is benieuwd, we deze naartoe gaan. Want ik zeg: het eerste half uur was ik mee. Hè. Allee, is dat kijk gezien? Ja. Ik denk: alright, entertainment, tof, dat zie ik. Her. Maar dan, ja, dan gaat dat zo wat van de rails af. En dan wat vond jij van de... Glass-Sandy Alexander? Oh, ik heb dat met allebei, die films. Uh, ik, ik wil dat leuker vinden. Maar dat ik ja. niet. Ja. Ja, ja. Ja. Dat, dat ten eerste ook vooral heel ja. erg mij. Ja, ja, ja. Ten eerste wou ik veel leuker vinden dan dat hem was. Het ja. werd mij ook vooral door heel echt... veel. Ja, maar op het ja, eerste uur. En dan vond ik ook dat dat zo ontrafelt. En dat gevoel van: oh nee, zo, ze, kunnen, ze krijgen het niet of het is Ja, niet... maar daar vond ik wel dat de twist interessant was. En dan het, dan ja, het... dat, zeker veel meer als, als in een deze. Absoluut. Ja. Ja, ja. Ja, dus dat ja. was voor mij. Maar dat was meer een teleurstelling. Omdat ik... ik heb het wel in het begin van, van de podcast gezegd. Ik heb ook heel veel uh, dingen die. Ik ben ook zo'n top 10 slechte films overal gewoon zoeken. Of top 20. Er komt heel veel terug dat ik allemaal niet heb gezien. Nee, ja, ja, dus waarvan ja. ik ook niks kan zeggen. Dus, dus nee, nee, dan, moest, nee, ik, dan nee. moest ik gewoon rapen bij wat ik gevonden had <laughs> vorig jaar. En dan vond ik, ik Glass Onion wel een beetje echt. Allee. Ik zeg, het, ik was niet mega zot van de eerste, maar dan deze vond ik nog... Allee, vond ik wel bedaard een, een een ja. ja. En tegenvallen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 voilà. voilà. Ja. Ja, het is, het is, ik weet nog toen die eerste eraan kwam dat ik heel enthousiast was en ik kwam zo wat buiten met een. oh ja, En nu was het ja. meer van hetzelfde. Dat ik dacht: oh ja, dat mm -hmm. ik vind dat niet afschuwelijk, maar ik blijf er zo op met een honger zitten. Mm -hmm. uh, ondanks dat er heel veel in zit dat ik leuk vind. Ik kan nog altijd meerdere films zien met Daniel you know, Craig als dat Ben Wat Blanc karakter. Hoor. I don't really give a shit. Uh, ja. uh, ik, ik moet er heel wat mee grap. Uh, ja, ik ik uh, moet altijd een beetje lachen met zijn Foghorn Leghorn accent. Waar ja. ik nog altijd niet goed van weet wat dat hem nou eigenlijk. Nee, ja, is. Ja, ja. Dan, ik vind ja. zijn vestimentaire keuzes wel boeiend. Want daar, hè, daar, daar loopt hij rond in outfits dat je echt denkt: wat heet die je naam? Wat heeft hij nou? Weer dan ma maar dan ik het dan ook wel weer funny of zo. Want dat is dan weer zo'n figuur. Dus oh ja. die, die doen nog altijd wel iets, of zo. Er is wel ja. altijd iets met hem dat ik denk, ja, van nu kan ik nog wel een film verdragen. Ja, maar dan moet het wel eerste, een betere film zijn. Die eerste ja, ontrafeling van hem, die is fantastisch hè? Dat ja, hij ja, maar dat, film... dat, wel, dat bedoel ik hè. dat, dat wil ik niet spoileren, nee, maar... maar dat is een keigoed moment dat hij ja. dat doet. En dat je denkt, oh my god. Maar en dat de is hulk echt... is heel teleurgesteld. Ja, is heel en dat te... is ja. echt heel funny. Ja, maar het ja, ja. feit dat hij getrouwd is met Hugh Grant vind ik heel fucking grappig het is ook heel ja, funny ja, ja ook grappig. Ja, uh, en vooral uh, dat hij uh, die ook blanc noemt hè eh, blanc met een achternaam uh, ja, ja. dat hij zo roept van er komt iemand daar en vooral ja inderdaad you Grant dat de deur open doet de... of uh, dingen ook hè uh, uh, hé. U, uw, 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 de, de Renaissance Alexander gaat verder maar Ethan Hawke je ook een briljante twee minuten fantastisch ding, eh, die je film. wandelt ja. nog binnen die steelt de scène en die ballen terug af he. dat is wat ja. dat hij doet je maar je dat is die wel tegen corona zo te zien die heeft ja ja, dat. ja. ja. En, ja dus ook dat hè dat er iets zo van die nonsens in waar ik dan wel mee moest lachen want dat begon eigenlijk goed, Er waren ja. zoveel veel dingen aan dat ik denk, Oh, deze vind ik wel intrigerend of deze vind ik tof die puzzel dat die krijgen en zo. Dat is ja. allemaal zo alright. Nee, het okay, zet het wel op en dat is het. Wat I like. En dan zo dat ja. laatste uur is dat Klopt. gewoon een clusterfuck van zever dat ik echt denk, maar wat, wat, hoe we je dat kunnen laten door uw vingers laten lopen? En als dat je wel. een sitcom maakt, inderdaad van een. Van een Andrew Tate met zijn dominante moeder, dat wil ik ook wel zien. Ja, ja, maar... En laat dat dan schrijven door mensen die mega goede shit schrijven, dan gaat dat kei funny zijn. Dat is waar. Ja. Zo, dan, dan wil ik daar wel een reeks van zien. Ja, zeker? Wel, uh, ja. heel, ik heb wel heel hard gelachen met de ontsteltenis van als het de finale ontknoping gebeurd is, mm -hmm. dat Ben Wat Blank gewoon zegt: God, is zo dom. It's ja, ja. so dumb En al die karakters. No, it was brilliant. No, it's not. It's ja, ja. dumb. It's really dumb. Ik moest ja, er wel maar heel... maar, maar ja. het probleem was dat ik dat helaas ook een klein ja. beetje een metafoor voor de film vond. Ja, ja, ja. 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 <laughs> dat ik er naar keek en dacht: ja, het was inderdaad really dumb. Zo. maar tegelijkertijd, ja, hij is wel aandoenlijk, hè? Dus je ja. zit wel mee ja. met hem of zo. Er zijn heel dus... veel mensen die ja. op Twitter gezet hebben van: weet je, de... eigenlijk is dat slecht idee. Weet je wat een goede idee ze zijn? Een Muppet film met Ben wat blank. Ja. Ja. ja! Dat hij dat tegen die is zijn echte karakter is en al de rest zijn Muppets, dat, ik, dat is eigenlijk echt geen slecht idee. Dat is een keihard idee. Nee. Ja, Niet alleen dat, want nu lijkt hij een Muppet tussen een hoop echte mensen. Dat maakt het ook funny. <laughs> ja. Alleen ja, omdat hij er zo. Uh... Van de pot gerukt is, maar daar hou ik, ik wel van. Ofzo. Ja. Ik hou wel van een personage dat een beetje out there is. Hè? Dat je denkt, ook dat accent, wat voor een keuze was dat nou ook voor dat te doen? Ja, ja. Want het was het ook helemaal tegenovergestelde van want James was, Bond. Het, hè, ja. het was even een idee en dat was ook heel funny. Ik weet niet of je dat wist, maar ik heb dat op IMDB gelezen. Dat het eigenlijk de bedoeling was dat Benoit Blanc zonder enige verklaring in elke film een ander accent zou hebben. Wat ik ook nog wel keilige. grappig gevonden had. Als die zo had binnengekomen en in niet zo'n accent had gehad, dat, dat nergens op slaagt, maar zo compleet iets anders, zo Zuid-Afrikaans of zo, ja, dan zou ik wel gelachen hebben. Of zo. Nee, het, wat deze film en die vorige film wel heeft, en wat, wat ik wel leuk vind, die mensen amuseren zich wel. En ik bedoel, mm -hmm. en, en het is tongue-in-cheek en het neemt zich allemaal niet te serieus. Het mag een half uur uit, maar whatever, het is oké. Okay. Mm -hmm. Maar, maar, ja, maar goed is het. Ik vond dat, gewoon, ik vond dat gewoon niet zo goed nee, als ik had ik. gehoopt dat dat ging nou, zijn. Dat zal ja. het zo zeggen. Dus dan, ja. dan zal dat mijn derde zin zijn voor wat ik dit jaar heb gezien. Maar ik. Dat ik niet zo en aansluitend, als het dan over corona gaat, wat je zegt, is dat ik. Ik heb nog een paar dingetjes waar, waar ik kort over wil zijn. Mm -hmm. uh, uh, ik vind, er is heel veel uh, gemaakt tijdens corona, die net doet alsof er geen corona is, maar daar kan ik niet aan. De Adam Project, Spider-Head. Dat zijn zo'n films die niet goed zijn. en die gemaakt zijn in corona. En dan, nee ja, we zitten de hele tijd in een bos. want we hebben maar twee acteurs. Iedereen heeft een pak aan. want dan, hebben we, dan hoeven we die in elkaar gezicht te hoesten. En ik vind het gewoon. En de allerslechtste film uh, uh, in die reeks... is The Bubble. die ook effectief wel over corona. gaat... Dat, dat is ene die je en nog enorm hard terugkwam. In elke, in elke top 10 stot je. dat dat keihard slecht is. Ja, en wat dus, dat qua idee is, dat goed dat is een film Maar vertel, een film want dan ...wil ik ook weten waarom dat, dat zo kak is. Alleen, ja, dat is, dat is een dan... ensemblecast die in een huis... ...en die gaan een film tijdens corona draaien... ...en uh, met heel veel greenscreen en dit en dat. En het is gewoon niet grappig. Ja, en dat is mm -hmm. een beetje lastig bij een comedy... ...als het grappig moet zijn. Het is, die... het is over de top. De, ja. de knappe meisje van... Uh, ...hoe oh, heet ze daar? Van de Guardians of the Galaxy zit daarin. Zo is al daar. Nee, die andere. Uh, de... uh, die andere. Uh, die van Doctor Who. Uh, uh, hoe heet ze nou? Weg, is dat die meer antenne? The... Die, nee. Karen, old... Gil Karen Gillan. Uh, zit erin. Wie speelt hij in Guardians nebula. of the galaxy? Nebula. Ah, nebula. Ja, 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 dat is inderdaad ook een knappe, ja. Maar, ze, heel, maar die is ook super gaaf. David yeah. Duchov, zit erin. Er zit er een van die... Uh, uh, Key Peel zit er volgens mij in. Maar hier, Er zitten hartstikke leuke acteurs in. Het is gewoon niet grappig. Het idee, ja. het is stom, het is slecht gedaan. Uh, ff, die akkoord. maar ik. Ja. Te laat, hè, toch? Het was ook echt wel ver na. Alleen, ja. Na twee jaar en een half corona. Dat je daar zit met nu corona-film. het laatste wat ik nu nog wil zien is nog corona shit. En het is wat Judd Apatow, Apatow heeft het gemaakt. Dus dan is het ook ja. zo van. Ja, ja. ja jij, moet het, jij kan het eigenlijk normaal gezien wel. En dit trekt op geen idee. Ja, ja, ja. Dus uh, ja. fuck you, gast. Dan, uh, uh, wat ik ook niet goed vond. Ik vond. Er is te veel matige stand-up comedy op Netflix. Oké. Okay. Er is gewoon. Dat, ik, ik, dat ja, dat is eigenlijk waarde. Daar hebben we ook nog wel wat over kunnen gaan. Hè. Ja, Vertel. Ja, Want, ja ik, kijk ze, ik kijk ze ook niet meer. En dan heb je. Zo, er is een reeks met beginnende stand-ups. En dan denk ik van. Maar waarom zit ik daar nou naar te kijken? Het is niet goed. Er zijn een mm -hmm. paar uh, uh, lange uh, specials. En denk ik denk van. Ja, maar waarom zit dit op de... Het is ofwel is het slecht uh, gemaakt. Dat kan ook. Dat het wel een goede special is. Maar dat het niet overkomt naar iemand die zit te kijken. Dat kan. Mm -hmm. Maar ja. ik zit daar gewoon helemaal hele matige comedy te kijken. En er is gewoon een soort overaanbod. En Ik geef je zo'n de... voorbeeld. Heb zo'n paar dat je kunt aanhalen, dat nou ja. je daarbij had? Uh, nee, uh, uh, dat is het kutte. Maar die Sebastian <laughs> Shaw, of hoe noemt hij? Uh, hoe hij? Nee, dat is die in uh, Italiaan. Ja, die bedoel ik. Nou, die laatste... Sebastian nee. Manuscalco, is dat ja. die dat je wilt? Zien? die laatste special trekt op geen hol. Terwijl ik vind die wel heel grappig, die man dat zie je uh, in Vegas is dat zeker hè? Ja. Is dat hier dat hem zo ja. beetje uh, met een kostuum op het podium ja. komt ja ja dat is ja, die dat is, ja. Die, ja. Dat is inderdaad niet, niet echt keihard. Nee. Nee. Uh, uh, nee. en daar heb, heb, heb ik wel drie kwart zitten kijken maar mm -hmm. uh, wacht ik zal hier uh, maar ik, het is gewoon ja, ik, er was ook één reeks met zo wat beginnende comedians ja en ik, ik wat ja, die... je wilt zeggen ja oh dat van de hall of fame dus dat ze zo mensen in de hall of fame doen dat was verschrikkelijk uh, crunchy uh, uh, denk van uh... We hebben ook een slechte special had uh, Patton Oswald. ja was ook niet ja, zo goed nog ja, niet gezien zat je de... Waar staat hij op? staat hij ook op dat Netflix en ik... dan... hoe heet hij Goeie vraag ja, niet gezien nog niet denk ik dan dat, dat is, is mij de dan wordt uh... gaan of zo ja. dat, was kwartier... dat is een kwartier dat is kwartier is goed en daarna is afschuwelijk ja we All Scream, dat... dat heet We All Scream. Heet dat. We All Scream, ja, maar dat is ook omdat ah, dat... Okay. Dat is twintig minuten crowdwork met een publiek in Denver. En dan wil ik in uw een special zien op Netflix, jong. Ja, 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 ja. Zit Ik daar nu te kijken naar ongesprek... Hey, wat doe hij van job? En hey, waar woonde hij? Wat, wat, wat zit dat op een... Is dat uw uur dat je gemaakt hebt? Uw... je? Ja. Zeg. Ik vond die ja. Neil Brennan special die goed. Je bloks. Dat vond ik niet goed. Ook nou, vond ik ja, niet was, zo slecht eigenlijk. Meer vond vorm dat dan inhoud. Zo... Ja, dat is wel waar. Bill maar Burr ik vond dat, dat er de nog de wel een lekkers? paar leuke stukken in zaten. Vond ja, nee, ja, maar dat is ook zo. Oh. Dan kijkt hij zo naar die muur. Wat ga ik nu pakken? Fuck off. Doe eens normaal, man. Bill Burr was de winnaar, zeker. Red Bill Burr Red was de winnaar. Ja, dat, ja, was de, dat is kast. Ik zeg <laughs> niet dat er, geen, dat er geen goede specials waren, maar er is een overaanbod en het merendeel ja. is niet zo goed. Weet je wat ik uh, onlangs gezien heb? Misschien niet eens van dit jaar, maar weten we wel of van vorig jaar ook niet. Maar wel funny is: ik heb zo twee specials gezien van uh, de man die eigenlijk de rol van een beetje de villain kreeg in Comedian, Ornie Adams. Ja, ja. Die mokt goede specials, maar die, die kerel is mega grappig. En die ja, is kwaad. Ja, die is mega boos, maar die is ook wel echt funny. Tuurlijk wel. Zo, en je het hem keihard, Want je ziet hoe komt die gast dat hij zo denkt, oké, okay, ik ben hier de lange, moeilijke weg aan het doen, maar die is wel aan het lukken of weet zo. Je hoe die, weet je hoe die terug dus een wel... een, een carrière ja. heeft gekregen? Door Teen Wolf. Dat schendt, hè. Ja, ja, die zit in die reeks, hè. Ja, ja. Je moet luisteren naar... Dat is een kei goede uh, uh, podcast, uh, uh, die met Mark Barron en Orly ja. Adams... Ah oh, ja, oké. Okay. Mark Barrett moest die eigenlijk niet. Dus daar komt er ook wel wat in dat hij wat... En dan, en dan, uh, dan ging daar ook over hoeveel uh, pijn hij heeft gehad van die comedian. Uh, comedian, oh, ja, tuurlijk. Want die wordt er echt afgebeeld als een gekkel eigenlijk. In, ja. hij is eerlijk en echt. En ja. heel veel comedians zijn zo zelfopzest en, en ongelukkig. En weet van, Dat oh, ja. is gewoon heel reëel. Ja, Jerry Seinfeld is eigenlijk geen Ar beter, maar op dat moment succesvol. Hè? Ja, en die heeft ja. zijn eigen manier om er naar te kijken, en hij niet. Nee. Maar dat is wel... He, pas op, ik zeg het. Je had nog altijd een van de beste momenten in die film. Is als hij iedereen gebeld heeft. He, want ik ga naar Montreal. Ja. En dan ligt hij op de grond. En dan zegt hij: I was happy for 20 minutes. Ravig, en het goed. is al terug om zeep, En ik dacht: dat herken ik wel heel hard. <laughs> Tuurlijk ja. wel. Nee, er was niks van Orny Adams. Dat ik niet herkende. Dus, he. Want dat is natuurlijk wel het goede. Om die film is wel: he, ze, ze plaatsen die in overduidelijk in een rol. Maar het is wel de yin en de yang van de comedy. Hè? Ja. Het is letterlijk dat je zegt... A is alles dat je op je aardigste zet... en de andere is alles dat je op je beste Zo. zet. Maar, maar ja... je zet eigenlijk wel allebei een ja. beetje. Maar Zo, vooral Hornie de... Adams hoor. Ja, ja. heel veel Hornie Adams. Ja. Want uiteindelijk is, is, is Seinfeld ook een, een, een arrogant koude kikker van een nakel. Hè? In heel veel momenten merkte ja. dat ook om die gast dat je denkt, ga ja, ze eigenlijk ook helemaal geen boffen. Maar, maar door maar, zijn maar... grote succes heeft, die, heeft Jerry Seinfeld, en ik ben van eeuwig fan van die man, maar hij heeft wel een soort mm -hmm. van, ik weet wat comedy is vibe. Ja. Uh, ja, 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 absoluut. Ik kan en ook niet over Maar ook het ding nee. dat, hem, dat hem zegt, hij heeft ook een enorm, uh, hoe zeg je dat, uh, hij geeft ook een heel goed stuk advies, waar ik wel van, van denk, Orny Adams... Heet daar wel ook heel veel van opgestoken. Want je voelt wel, die gast heeft zijn stappen wel gepakt of zo. Als je die bezig maar ziet, dan denk je wel... in die podcast wordt er wel gezegd dat er heel duidelijk een gehermonteerd is ja, dat ja. het zo... Eigenlijk was dat niet zo extreem en dat is wel nee, hermonteerd nee. om het waar op te spijzen, oh, ja, maar tuurlijk. wel ten koste van de carrière van Orly Adams. Ja, maar, ja. maar dat is eigenlijk een hele grappige comedian en die is altijd kwaad. En dat, ja, ik, ik heb graag kwaad. Hè? Ja, ik heb het graag. Ja, kwaad en zagenogen dat de mout is hè, en dat voor je ja. allemaal beter was. Maar, dat, maar die je doet dat wel goed alleen. Ik was wel gecharmeerd of zo. Ik zag dat en ik dacht: oh, dat is die gast. Ik kon ja. daar toch iets opzetten. En na tien minuten dacht ik: man, je ze dadelijk bezig, kerel. Zo. Dus, dus ja, alleen. Dat maar inderdaad, ja, Netflix, de Netflix-special begint ook een beetje zijn een glamour te verliezen, door wat ze er allemaal op zetten. Vroeger, vroeger was dat HBO, en dan had je als comedian kreeg een HBO-special, en dan was iets, en dan was was een ding, en dan keek iedereen, en dan was dat goed, en dan was dat straf. Hè, uh, George Carlin of anime, dat is en, en nu mm -hmm. is het gewoon, iedereen krijgt maar een special op Netflix, en niet iedereen is talentvol. Of, het is gewoon niet zo goed gemaakt. Ik kan dat niet beoordelen, want ik zit daar te kijken en ik denk, zou ik dit in de zaal wel leuk vinden? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, uh, nu is het niet uh, snel genoeg gemonteerd, of goed genoeg in beeld gebracht. Of is de special, of zijn de moppen gewoon niet goed genoeg. Kan mm -hmm. allemaal. Maar in ieder geval, het komt er mij niet over. En ik ga niet zomaar. He, want want uh, als je er een paar kijkt, dan zegt Netflix tegen jou, uh, nu moet je dit kijken, nu moet je dat kijken, nu moet... en dan zeg ik, nee, fuck je Netflix, ik ga iets <laughs> anders kijken. <laughs> en iets, wat, iets anders wat ik dan gezien ja. heb, wat ook verschrikkelijk was, ja. en, dan, ja. daar, en dan stoppen we erover, want we zitten alweer bijna twee uur bezig, mm -hmm. dat is de, 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 de sitcom, en daar heb ik letterlijk maar één aflevering van gezien, daar heb ik het afgezet, dat ik zo kwaad was, mm -hmm. uh, uh, dat is Blockbuster. Ah, oh, dat, uh, dat heb ik van uh, Sabrina gehoord, hè? de vrouw van Andries voor ja. de luisteraars thuis. Die vond dat ook afschuwelijk. Maar echt. Het enige dat ik weet, die heeft er ook een ramp tegen mij over afgestoken van een half uur over waarom dat hij dat zo slecht vond. En, en, en omdat Sabrina, en Sabrina is wel belangrijk, ook, ook in mijn deel van het verhaal, maar Sabrina heeft mij aangezet op Superstore. Ja. Uh, uh, volgens mij heb jij het daar ook al over gehad, Alexander, Superstore. Mm -hmm. dat, dat is wat van... leuk. Dat is een fantastische sitcom. Die ja. echt heel goed is. Super funny. En ik heb daar. daar waren, uh, want ik had daar nog niks van gezien. En ik weet dat er zes seizoenen zijn, of zeven. En ik heb daar echt allemaal achter elkaar gewinst. En ik was het niet moe. Ik, ja. ik, ik, ik vond het jammer dat gedaan. Laatste seizoen zei niet meer zo goed. Maar nog altijd zijn die personages zo leuk. En wil ik nog verder zien. En daar zitten rare mensen in. En toch is dat in een soort realiteit. Daar zit een bepaalde maatschappijkritiek kritiek in. Dus, Superstore, even de beste. Zelfs die op... kleine tussenbeeldjes van iets dat een klant aan Toen is. Ja. Hè, dat nergens op slaagt, maar dat ja. je wel denkt, ja, dat hebben we al gezien in de supermarkt. Hè. Nu. Dat is ja. echt keihard gedaan. Ja. De Absoluut. Superstore is, geniaal. is echt geniaal. En ja. je voelt dat ze Superstore willen maken in de laatste videotheek. Ja. ja. En... Een, en... Geniaal idee, van, trouwens. Wat he? Het, het maken in waar... de laatste videotheek is geniaal. Hè? Want ja. er is een uh, documentaire die heet De Last Blockbuster. Er is letter letterlijk. In Amerika nog één blockbuster. Ja. Uh, uh, waar, je ook waar ik al honderd keer uh, merch van heb proberen kopen. Maar dat is die, die shippingkosten zijn te duur. Dus dat heb ik nog niet gedaan. Maar mm -hmm. ik, ben, ik, ja, ik ben letterlijk op 30 december... naar de laatste videotheek van Antwerpen geweest. Hè, uh, video 77. <laughs> met mijn grote vriend heb ik nog voor 200 euro aan DVD's weggehaald. <laughs> gewoon omdat... Ja, video, video 77 heeft mijn hart gestoken. Ik ben helemaal in dat onderwerp. Ja. En, dan zit je daar, en dan doe je aflevering 1 en dan denk je, ja maar dit zijn allemaal stomme personages, het gaat niet over dit is alles wat je, wat je wil in zo'n wat, wat, wat die hebben ja, ze hebben niks met de materie ze hebben niks met die personages er is gewoon niks goed aan dat is, mm -hmm. dat, dat, maar hoe kan dat nu beetje she eigenlijk nee. <laughs> sorry ik wou die is... even terugpakken <laughs> <laughs> het is veel slechter dan She-Hulk <laughs> Naar nou, het schint Wat ook nog veel slechter is, maar niet gezien, dus kan ik niet over oordelen. Maar ook kapot geschoten wordt door iedereen, is die, die nieuwe Witcher, dat, dat nieuwe ding gezien. dat erbij en Willow, hè. dat zou dat schint ook. Willow heb ik een half aflevering gezien moeten zijn. De, uh, nee, Willow was gewoon, I don't care, afgezet. Ja. Ja. Maar bij Blockbuster, omdat het juist. Heb, heb jij die eerste aflevering ook zitten kijken, Sandra? De... Nee, ik was er heel enthousiast voor. En dan kwam de recensie zetten, en dacht ik: ik ga er mijn tijd niet in steken. Maar. Nee, ja, voilà. nou, ik, heb het, ik, heb, ik heb het één aflevering geprobeerd. En, en ja, ik heb het kwaad afgezet. Ik dacht: Nou ja, ja, goed idee, slecht gedaan. En, en goed idee, slecht Goed idee verneukt is erger dan slecht idee verneukt. ja mm -hmm. en je denkt: van Ja, maar dit heeft echt wel de potentie. Ik, ik vind dat zo'n goed idee. Ik vind dat zo'n leuke setting. En het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ja, ja kijk, ik zal je zeggen, ik ben bezig aan een rewatch van Frazier Er zijn niet veel dingen die beter zijn dan Frasier, jongens. Nee, dat is, waar. <laughs> dat is waar. En dat is dan nog eens een spin-off, hè. Dat vond ik ook altijd wel leuk, ja. Frazier Dat, dat ik, zag ik, ik wel uh, graag. Spin City is ook even mijn... Uh... Dat is ook heel tof. Ja. ja dat zijn ja. van die goede sitcoms, hè. Ja. Maar, maar ik zeg het, ja, de, allee, de, de, want dingen vind ik ook heel leuk. Brooklyn Nine-Nine moet ik ook altijd mee lachen, vind ik ook tof. Het is niet maar, allemaal even goed, maar maar is wel... Ik ben wel, wel mee gestopt, maar ik heb dat wel lang gevolgd. Ja, ik heb ook dat, het laatste seizoen ook nog niet gezien, zo, dus ik ben niet helemaal mee. <coughs> maar, maar ja, een goede sitcom is altijd tof om nog te kijken, natuurlijk. Nou ja, die Superstore, dat was, dat was voor nou, mij dat echt... dat schijnt uh... echt niet, hè. En, en wat was het dan... Nee, nee Superstore was... wel... Maar, maar, uh, maar waarom ja. is Blockbuster dan, was zijn, was zijn dan zo vreselijk om die personages? Zijn die gewoon niet tof? Of is nee. dat slecht nee. geschreven? Of wat is dat dan? Er daar is, daar is geen connectie tussen die mensen. Je, je, je groeit ja. ze niet. Je, het boeit je niet. Uh, 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 terwijl de, de, het hoofdpersonage van Superstore... is misschien ook een beetje een pretentieuze lul. Die, en, en, en zij en het meisje is juist leuk... En daarom is die combinatie goed. Dus dat is gewoon goed bedacht, goed geschreven. Die, het en, hoofdpersonage, en, en, hè, die, die Amy dan, die dat eigenlijk ook ja. gedeeltelijk mee schreef, denk ik. Hè. Dat is die, hij is dat zo, dat wist ik zelf. Ja, ja en, maar die, is, die heeft ook dat idee bedacht, zelfs denk ik. Ik weet het niet meer. Maar zij is in ieder geval wel, wel leuk, aan haar, is Dat hij soms cool wil doen, maar die is dat helemaal niet. Hè? Nee, dat ja. is een toffe en dat is een goeie, maar dat is geen coole. Zo, en dan heb je zo die gestoorde, die Dina zo, die vind ik echt fantastisch. Hè? Die securityvrouw oh, zo, die zo dat altijd gaaf. zo volledig... De, hè, zo. En hij is dan zo die een arty, farty, beetje pretentieuze. Ik doe deze totdat mijn echt levensdoel voorbij komt. Maar ja. dat is zo'n slacker, we ik ook altijd van wit je maar ga je dat nooit niet doen? Zo, ja, dat zijn allemaal heel leuke personages, hè. En, dat, dat is heel en, tof, En, en in tegenstelling <tie> tot uh, 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 echte sitcoms, uh, 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 gebeuren er ook dingen? En dan heb je een ja. arc in het seizoen? Dus ja. je, hebt, je hebt alle afleveringen die leuk zijn, maar er zit ook een overkoepelend verhaal in. Ja. En, en, en soms zelfs, ik bedoel, het gaat ook echt over Walmart en over het feit dat je geen union mag hebben. En, dus ja, ja. het gaat ook echt ergens ja. over. En hmm. daarom is dat zo goed. En dat hmm. blockbuster heeft dat allemaal niet. Ja, en allemaal ook niet. overnames door andere bedrijven, die dat ja. dan met nieuwe policies afkomen, waar iedereen van denkt: wat fuck moeten wij hiermee aanvangen? Zodat. Daar... Dat is wel zo, ja ja, ja. ja, mensen die elkaar backstabben en, en collega's die met elkaar. En wat er ook geniaal is in, de, in de Superstore, is, die, is, is een personage in een rolstoel. En dat wordt eigenlijk nauwelijks benoemd. Die zit nee. gewoon in een rolstoel. Dat is gewoon mm -hmm. ook een werknemer. Fuck you, gast. Dat is gewoon een werknemer. Yeah. Yeah. En, 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 en dat is niet van, oh hier, onze gehandicapte. Onze, 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 onze nee hoor, dat is gewoon ja. een werknemer. Nou, niet alleen Frust. dat, dat is de meest sarcastische klootzak ja. van ze allemaal. Even de coolste dus gasten maak, die daar is. Dat ja. het ook nog funny. Dat is eigenlijk nog de coolste van de, van de ploeg. Dus Absoluut. Ja, dat maak het tof. Hè. Ja. U, dat Had jij nog iets, Xander? Nog zo'n paar van die dingen dat je van zegt. Oh, dat vond ik allemaal. Uh, of, of, of deze vind ik een vervelende And. trend. Of daar. wat hopen we eigenlijk voor volgend jaar yeah. minder te moeten bekijken dan dat we dit jaar gezien hebben? Waar wilde het allemaal wat naartoe zien, gaan? Korter. Korter, korter. Dat is duidelijk minder, voor de fokken. Korter. korter in minder superhelden, fokken? Ja, of, korter in minder superhelden. Ja, oké. Okay. En jij, Xander? Oh, ik weet het eigenlijk niet. Ik, uh, mm -hmm. ik ben wel... Ik ga echt eerlijk zijn, een beetje teleurgesteld in het filmjaar hoor. van 2022. Mijn, ik was niet blij richting de zomer met zo'n lijstje dat ik al had. Nou, ja, ja, en dan ja. wil, ik, wil ik niet zo vallen in het gat van een filmsnop. Van dacht wel, amai, de rijke, Jackass Forever, Scream 5, al eigenlijk... Woeie. Mm -hmm. Weet je, het, is, het had zo niks cool of nieuws of... En dat heeft lang geduurd, en dat dat er effectief nog bijgekomen is ook. Uh, Sander, ja. ik wou nog iets vragen aan nu, want dat was de, de podcast die we hebben opgenomen in de Joker. Dat heb jij eerder gezegd en we hebben allemaal erop gereageerd en dan zijn we er niet op verder gegaan. Maar het viel mij en ons allemaal natuurlijk ook op. Uh, dus, ja, dat is geen spoiler, want dit komt uit na die aflevering, dus we ja, zullen ja. het daar wel even over zeggen. Maar uh, Jurassic Park zat niet... Was nergens te bespeuren in uw top. Nee, uh, daar da wil ik dan wel weten waarom. Allee, ja. Ah, um... ja, Jack is forever beter dan Jurassic Park. Mm -hmm. Ja. ja. Um, ik, keek, ja ik, keek, ik keek belachelijk hard uit naar Jurassic World Dominion. Dat heeft een waanzinnig goede trailer. Als je die naar bekijkt, die trailer aan de voor Jurassic World Dominion, heeft, oh, we echt, we hebben, uh, die trailer kwam uit. Ik woonde toen nog in Gent... En ik heb eigenlijk mijn lief van achter de muur, die dacht echt dat er iets ergs gebeurd was. En wij hebben allebei zo hand in hand in de zetel gezeten tegenover de projector van... Vijf keer gehuild in die trailer. Het was prachtig. Het was het beste dat ik ooit gezien heb. Ja, ja. Um, en ik heb... Meerdere penissen afgezogen en vagina's gelekt om die film toch maar twee uur vroeger dan de gemiddelde mens te kunnen zien. En... Um... Straks graag ook een lijst van de penissen in de Vagina. Kunnen wij een lijstje van die penissen. screen gewoon, je moet het niet gewoon zeggen. die e mailadres en de telefoonnummer. wel, dat is koud. Ja, ja, En een uur in die film voelde van. Oei, en dat is kut. Dat is echt. Dat is geen fijn gevoel. En is het ja, is nu erna of ervoor dat ik Top Gun Maverick al gezien heb? Dat weet ik nu niet meer. Nee, Top Gun is ervoor, denk ik. Ik denk dat hij nog niet uit was toen. Uh, ja het nog niet <tie> eens was, maar het was vooral oei. En wij kwamen buiten die film, en we zijn allebei zo bijna in stilte naar huis gereden. Mm -hmm. En dan weet het al eigenlijk van motherfucker. En er zijn heel veel dingen mis met die film, hè, maar uh, het, positieve dat, kijk, het positieve dat ik kan zijn is één. Als je die film in brokjes van vijf minuten kapt, zijn dat allemaal leuke brokjes van vijf minuten. Ja. Het zijn allemaal dingen die ik, al, dat ik toen een keer wou zien. Uh, en dat je verwacht van die film. Het geheel slaat absoluut nergens op. Uh, één ding, Fokke gaat dat ook delen met mij. Mijn mening is dat. Dit is Jurassic World Dominion. Het belooft. Ze zijn daar buiten. Ze zijn overal. De dinosaurussen leven in de maatschappij. Ze zijn op de planeet. En je ziet ze voornamelijk in Malta. En daarna weer in een park dat ze gebouwd hebben. Ja, in een reservaat. Ja, 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 ja. absoluut. Ja. Dat is echt stom. Mm. Echt stom. Mm. Uh, ze hebben. Ik heel... kan nog niet zeggen: War of the Plant of the Apes. Weinig plaat, weinig war, weinig apes. Dat Ze <laughs> <Ja>, helemaal... <laughs> um, ja. hebben een hele mooie, kwartier, twintig minuten lange uh, proloog gemaakt van Jurassic World Dominion. Ja. Die alleen maar in IMAX heeft gedraaid voor Fast and the Furious. En dat is eigenlijk zo'n prequel-dingetje. Dat is eigenlijk gewoon. ja... Op die camping, zo hè? op die campsite. Nee, nee, nee. nee. Ja. Dat, is die, dat is die kortfilm die ze gemaakt Ah, hebben. oh, sorry. Oh sorry, oh, oh, sorry, sorry, sorry. Nee, nee, nee. nee. Ze hebben zo een, een prequel gemaakt van echt dinosaurussen, eigenlijk vroeger. Gewoon zo mm -hmm. shots van dinosaurussen. Vroeger een T-Rex met haar, uh, Velociraptor met pluimen, om te, van een kwartier, dat mooi gemaakt is, met dan een mug die landt op... Uh, dus er is een gevecht tussen een Giga, dat is, die, die zie ik op het einde van de film, en een T-Rex. En de T-Rex verliest. En dan zie je een, een mug landen op de T-Rex... En dat is dan later de mug die. De mug achter, die in de stok zit. En dat knipt dan naar het heden van de T-Rex die um, een open-air cinema binnenwandelt en die wordt opgejaagd door duits, helikopters en dingen waar ze hem vangen. Mm -hmm. En je ziet dat, en dan zie je de film en denk, maar eigenlijk moest dat daaraan hangen. Ja, want, ja. want je ziet eigenlijk in je proloog de T-Rex gevangen worden. En als je dat daaraan haalt, krijg je het dan in de film, ah ja, we gaan naar het park, ah ja, de T-Rex is daar ook, we hebben die recent gevangen. En je denkt altijd, wat well, is convenient. Ja, ja. ja, maar zwart dus dat, dat hebben we een hele mooie proloog gemaakt dat ze niet aan vastgemaakt hebben. Ze brengen uh, legacy-karakters terug, zoals Alan Grant en, en Ellie Sattler. Mm -hmm. Alan Grant hoort niet thuis in die film, maar, maar echt niet, die, 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 die is mee, maar je weet niet echt goed waarom. Je nee, nee, ja. loopt daar ook verdwaald in die film, die loopt oprecht. Bij, je ziet bijna Sam Neil bijna af en toe in de lens kijken en zeggen van. Ik, ik, ja, ja, ja. Hallo, ik ben er ook bij. Ik doe niks. Had moeten sterven. Had moeten sterven. sterven. Had moet sterven. Terwijl, moet nee, dat vind sterven. ik nu ook weer niet. Ja, uh, doe doe uh, wel. Maar maar anderzijds alweer als ze dat karakter introduceren van Sam Neil dat is een superschoon gedaan moment. Ja. Uh, dat ze hem introduceren en dat ze tonen van dat hij nog altijd in de mijnen bezig is en hij is nog altijd dingen aan het opvegen. Alleen en die muziek zwelt op en je ziet er voor de keer met zijn nut aan. En ja, ik ga eraan, het dan. Zeker. Hij zal Hans ja. en, en Chewie die Voniski weer in die gang stappen. Van... Allee, en. en... Ja. Ja. Ze maken heel veel karakterbeats juist. Maar waarom? Allee, ik, ik zie dan liever Alan Grant niet terug, dan dat hij terugkomt op zo'n manier dat hij ook maar wat door in een film loopt. Ja. En ik ben zeker geen een hater van de nieuwe karakters van Jurassic World. Ik ben nog steeds een grote fan van Chris Pratt, ondanks wat het internet wil dat ik denk van die gast. Uh, en je zit met een A-lijn en een B verhalen die in de derde act samenkomen, maar dat is zo slordig gedaan. De karakters vallen letterlijk in de scène bij de andere karakters, nou ja. die, die rollen bijna letterlijk met een auto de scène in. dus Dat ja, is allemaal ja, zo ja. clunky en lomp. Um, natuurlijk, de film had over fucking grote uh, springkaan. Uh -huh. En dat hij, ook al. Dat boeit me dan ook weer niet. Ik vind het cool dat je wel toont van. Ah ja, daar zijn die ook mee bezig. Hè? Er zijn ook prehistorische insecten enzovoort. Maar dan draait heel met een dinosaurus rond springkanen en een of andere plan van een of andere Steve Jobs-achtige dude die, weet al, de plaag gaat loslaten in de planeet. En dan ook de eerste persoon gaat zijn die het medicijn levert. Dat is een beetje het clue van heel die film. Ja. En, ja, het en... voelt wel, eigenlijk dat je het nu uitlegt. Wat wij hadden gehoopt was dinos door de straten en dinos ja. uh, overal. Hey, en daar, zit wel eigenlijk... twee, daar zitten wel twee films op te wachten eigenlijk, waar ah, ja, je, ja. waar eigenlijk ook een klein beetje um, de tweede Jurassic Park ook een beetje had, maar dat ook niet helemaal heeft waargenomen. Nee, He? ze, ja. ze geraken precies nooit niet echt helemaal het dat park of het dat reservaat. Nee. Uh, wat dat Fokke, is, ja. Fokke daar ook zei, dit is ook heel erg een corona-film. Ja. Aspecten ervan, lijkt Malta dat dat niet. Want het beste daaraan is Malta. De, mm -hmm. de die ja. volk wordt op een brommer door uh, Velociraptors, doorheen Malta. Veel mensen vinden dat het slechtste, want dat was ten een keer de Born Identity of Mission Impossible. Dan dacht ik, ja, maar dit hebben we tenminste nog niet gezien in die in franchise. Mm -hmm. Nee, uh, ja, uh, dat, dat was voor mij Jurassic World. Daar was het Jurassic World. Ja, ja, ja. Daar was het de world. Ja. ja, dus het is jammer. Ja, het, is, het is spijtig, hè, want het is ook, ja, ik heb Jurassic World negen keer gezien in de cinema. Ik heb deze twee keer gezien in de cinema en sindsdien niet meer. Nee, nee. En dat was al straf naar mijn doen. Uh, ja, dus uh, ja. Ja. Het... ja, ik vond het gewoon heel straf uh, straf. Ik was vol een bak aan het verwachten dat dat uw, een van uw, uw top drie is sowieso zou zijn. Ik kan dat niet ja. maken. Nee, uh, nee is dat zelfs nee, nee. top 10? Nee, absoluut nee. Ik, ik kan zowel World als Fallen Kingdom nog mijn shtick pullen van beste film van het jaar, ondanks mm -hmm. dat ik daar de fouten in zie, maar met deze film kan ik dat jammer genoeg mm -hmm. niet maken. En, nee. uh, weet je, ik ben ze misschien voor één dankbaar, en dat is ja, ik ben wel heel blij om Ian, Jeff Goldblum en Ian Malcolm terug te zien zoals dat die hoort te zijn. Hij is, ja, ja. Hij is meer geschreven, like dat je hem kent uit Jurassic Park, dan dat je hem kent uit The Lost World. Ja. Ja. Ja, en dat is ja, wel dat je, cool. wat je wel het. Ja, Jeff Goldblum is een personage dat altijd wel een beetje. Hè, die heeft zijn Goldbloom-isms. Ja. Ja. In al zijn films. Maar je had nog wel het gevoel bij en Malcolm. In de eerste film. Die had daar ook een heel belangrijke taak. En dat was ook een personage. Ja. Terwijl dan, nu, daarna voelde hij meer als. hey de Bloom. Hè, zo. Ja, nou, ja. Dus je, moet ook, je moet ook eigenlijk terug een beetje hem loskoppelen van wie dat hem in ticht is. Well. Naar wie dat hem. Nu is hij ja. meer in een boek. Weet hij heeft ja. goede speeches over chaos. Um, ja. Is funny. Is natuurlijk ook funny in de film. Er, zijn echt, er is een bepaald moment dat er een karakter aan het spreken is. En ze tonen hem naast een andere karakter staan. En hij knipt zo een knop of twee van zijn hemd los. Ja. Dat hem zo aan bloot. En die kijkt ze naar hem van. En dan doet ja, hij ja. het dicht. En denk, dat, vind ik, dat vind ik allemaal geestig. Dat ik <laughs> ja, 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 ja. ja, ja. Wel, er is haat naar deze film en veel ervan is terecht. Niet alles is terecht. Er is een scène waar de, de Dial of Thor's verniske terugkeert in de franchise. Weet als we dat. Oh, die, ja. Die, ja, ja, ja. Die spuwt, Die spuwen, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Die spoon, oh. en dat is een franchise favorite van veel fans. Dus ja, die ja. komt ook terug. En die wordt zo uit een scène geschoten, letterlijk door Chris Pratt. Like die, die gaat iemand aanvallen, en Chris Pratt pakt die zo beet bij zijn keel. Mm -hmm. Net voordat hij zo kan spuwen, en hij is shot. Ja, ja. zijn gaat van: come on, get! Ja. En, en ik denk, ja, maar. Dat is een animal wrangler. Allee, like, ik vind ja, ja. dat cool dat een karakter een dinosaurus ziet... en niet meteen in paniek is, maar gewoon bij de keel pakt... en zegt van, ja, sorry, je bent een meter en een half groot... ik shot u de scène uit. <laughs> ja, 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 ja. Dat, vind, ja. dat vind ik ja. leuke keuzes. Dat zijn mm -hmm. domme of rare keuzes. Ja. Uh, ja. 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 Het is, het is nu, het, wat die film ook heeft... Hè, het, het, het heeft al drie, uh, twee of drie karakters uh, van Jurassic World. Dan nog eens drie uh, van... Uh, van Jurassic Park erbij... en dan interesseren ze nog een paar uh, personages. Dus je zit met uh, zeven, acht personages. Uh, nog iets meer, een paar kinderen erbij. Dan op een gegeven moment... too much! En dan ja. zie je maar hoe geniaal, zoals jij net zei... Infinity War is. Waar je kunt goochelen met heel veel personages... en niet het gevoel hebt van... jongens, wat is hier voor een boeltje? Hey, ja. bedoel, we hebben heel vaak bij die superheldenfilms... hebben ze iets van... jongens, te veel, too much. Uh, ik wil focussen op personages... En, en, wel, en, en bij Jurassic World Dominion is dat echt ook weer zo. Dat is een beetje mm het -hmm. ding. Er zijn daar gewoon, ik, ik snap het. Hè, ik, ik zei het in deze podcast ook. Er is een bepaald moment een observatie gemaakt van die franchise. Want er loopt niet een blanke mensen rond in die film. Ja. Ik snap dat wel. Mm -hmm. Maar dan krijg je op het einde van die film: Alan Grant, Alice, Alice Sadler, Ian Malcolm, Chris Pratt, en Noah Grady, Bryce Dallas Howard, haar, uh, haar karakter. Ja. Legacy-karakter en uh, Maisie, dat meisje die, die, die gekloond is. Ja. Dan krijg je nog die. Cool, zwarte griet als hebben met dat vliegtuig. En die is kei cool, hè? Die is maar... Kei cool, maar die blijft ook rondhangen. Terwijl je ja. die assistent van de slechttrek, die dan goed draait, Just. die blijft ook nog leven. En het karakter, um, wat de namen nu aanbreekt, die Aziatische acteur, ja. die meegaat die, van die de Wong of zoiets. Ja, ja, ja. Die draait dan ook nog naar de good side en die blijft ook in leven. Terwijl ja, sorry, maar jij verdient er niet meer in leven. En die redden allemaal weg, heel veel dinosaurussen, en dan gaat er geen één dood. Nee, nul, nee. nul dus dooien. Er zit echt wel aan een filmpje met 14 man en die blijven allemaal leven. Terwijl, ja. als je zoveel volk hebt, dan denk je, ja, hier gaan er toch één of twee het loodje leggen. En dat daar niet uh, fucking Jeff uh, Goldblum well, is of Chris dat Pratt. Is... Dat weten we allemaal. Maar kom aan, boys. Wel, dat is de grap ervan in dat Assefoniske, de Giganotosaurus zien, Dat nog groter beest, groter ja, natus, ja. is dat Die schuil allemaal achter een Notto. En die Notto is zo legendarisch groot gemaakt om er te, like, 12 man achter te passen. Nou, ja. Op die ja, jammer, wat doe je nog? <laughs> All right, why do, why do they always make them bigger? Eh, ja. Dat is toch iets dat die. <laughs> ja, nou we ja. Ja. Uh... Ja, ja, Jeff Goldman zegt dat, bigger. Why do we always have to go bigger? Yeah. Alright, dus we gaan nu een denk, spelletje... uh... oh, sorry. Ja, nee. Het ding is dat misschien uh, naar fokken dat we zo so wel kunnen concluderen. Minder personages, anderhalf uur, minder superhelden. Uh, ik denk dat we daar. Ik zal nu 2023, ik zal de titel voorlezen. Uh, ik heb hier een lijstje, misschien is het uh, incompleet, maar ik heb hier een lijstje op Rolling Stone gevonden. En we zeggen gewoon: kijken we eruit, ja of nee? Ja. ant and the Wasp, Quantum Mania, ja of ja. nee? Ja, dat wil ik wel zien. Ik ja. ook? Ja, ik zal er ook. Okay. Kang, hè? ik ben niet eens benieuwd. Ik ja. ook, voilà, goede slechte, ja. slechtering: Cocaine ja. Bear. Ik ja, de, zijn, de, maar... titel, de titel ja. alleen al intrigeert al. Dus een beer dat coke pakt ja, en dan ik... op een rampage gaat. Ja. Ik zou ga... ga goed zijn, maar wil ik dat wel zien. Ja, ik ga... Ga... Kru... 9 van de 10 is dat kut, maar ik wil dat wel zien. Dat idee Crazy alleen day. al verdient de film. Ja, ik wil dat zien. Ja. Uh, ja. Ik ben een fan van de Rocky franchise. Eh, en ook al zit Stallone niet meer in de derde en is dat ook niet helemaal tof verlopen. In mijn nee, ko -ko -ko -ko. ja. Nou, ja. een waar, dat is een beetje waar, van hem waar, afgepakt. Maar ja, ja. ik vind ook wel, aan de andere kant, Rocky neemt ook eigenlijk een beetje een afscheid hè, in de tweede. Die dus voilà. zegt ook daadwerkelijk in Q2, it's your time now. En dan denk ik, ja, laat het dan zijn. Een maar, tijd dan ook dan ook ja, maar dat toch niet kunnen loslaten. Ja, maar goed. Beste trailer uh, die we de laatste drie maanden gezien hebben wat mij 65. betreft. Uh, mm -hmm. 65. Ja, dat komt goed. Ah, dat ziet er cool uit, ja. Met, met, cool. met dingen, met Adam Driver zeker. Ja, hè? Adam Driver en die ja. die ja, dat wil ik uh, 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 zien, zeker. Shazam, ja. Fury of the Gods. Ik had het SBK. Boeit mij eigenlijk niet, maar ik kon dat wel kopen voor mijn collectie, want ik heb dat allemaal. Ja. En dan kon ik je dat ook zien. <laughs> ja. Om eerlijk te zijn, ik lig er niet meer van wakker. Nee. Nee. Uh, John Wick 4. Altijd plezant, dus ja, dat hè? komen we zien. Hè. Dat is gewoon weer anderhalf uur volk op heel creatieve manieren kapot maken. Dus, uh... dat, is ook te... dat is eigenlijk ook te lang, hè. maar dat is gewoon. Ja, ja. ja, ja, ja. ja ik ook. Ja. Ja. Ja, lang leven Keanu ja. ja, Reeves. we zeggen alles dat alles wat je ervan kunt zeggen dat slecht is is ook waar maar het is wel het, is wel keipels, maar, het is wel, die veel ja. weet dat ook van zichzelf ja maar, dat natuurlijk bij die derde binnenging in de cinema en binnen het eerste kwartier heeft hem een vermoord met een boek ja en daarna wandelt hij zo een galerij met messen in. Ik dacht, het is goed, film, het is goed, Oké, oké. Het is goed, is goed. Dus wat ik wel altijd leuk vind aan de John Wicken, is dat die allemaal beginnen bij het einde van de vorige. Dat ja, ja. die letterlijk zo dat moment hebben dat je denkt, oei, en dan daar start het weet, ook weer. Weet je wat het beste is van die John Wicken? Dat die dat ineens is, weet al, wraak voor zijn mond. Ja. En dat die in tweede, in een trailer, like, al zei van, ja. Maar nu moeten ze een notte nog terug hebben. Ja, yeah, ja. <laughs> <yeah. laughs> Dat ook goed. goed, goed. Dat is ook een plot. Uh, goed uh, genoeg. De Super Mario Bros. Movie. Hé, hey, Chris Pratt als is, mm -hmm. uh, uh, volgens mij. Als Mario, maar dan moet je hem echt mee ophouden. Maar er wordt ook Garfield. Hè. Ah, oh. garfield filmen is ook Garfield. Die, die gast is wel te veel. Ja, aan het zeggen. En uh. Chris's Speech is Anna Taylor Edna Taylor Joy. Ik uh, kan ook niks verkeerd doen, dus... yeah. Maar goed, ik, ik heb niet echt iets daarbij. Redfield. Mm -hmm. Hebben we dat gezien, die trailer? Ja, ik denk uh, dat dat uh, gewoon puur voor de, voor de ongelofelijke onnozelid... wil ik dat zien. Ik ook. Voor, de, voor uh, Nicolas Cage chewing scenery as only he can. Nicolas Cage, Dracula... Dat hij ook op zijn. een moment zegt... Uh, They call me the prince of darkness. Or maybe... Dracula! En dat je er zo wat hangt <laughs> ja. in de lucht. En dat Daniel die intervention ploeg, eh, die AA, ah, ah, whatever ploeg er zit, er kijkt en zegt: I think we're beyond narcissism here. Dan denk ik, ja, er is nog wel iets in dat ik denk ik wil dat in ieder geval wel zien wat voor een train wreck van de film dat dat was en weet ik niet plus Nicholas Holt vind ik ook altijd leuk ja dat vind ik ook ja, goed in de ja, menu cool is die ook. ik heb die in, graag in de menu dus, is die ook -goed. Ja. ik ik zie en ik had het nog nooit gehoord maar ik zie het hier nu voor het eerst en ik wil het uh, zien uh, een film die ik paint ...waarin Owen Wilson een soort Bob Ross-achtige kerel uh, speelt. Ah, daar heb ik ook over gehoord. Ja, 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 ja. daar da wil ik zien. In mei is het Guardians of the Galaxy uh, 3. Ja. ja. Daar staat ja, uh, Xander ja. nu al voor in de rij, denk ik. Ja, dat willen we zien. Wat blijt, jong. Dan gaan we karakter sterven, ik weet dat nu al. Ja? ja. ja? Mm -hmm. Oh ja. Uh, this entry is the key part of the Marvel Cinematic Universe Phase 5. Ja, uh, uh, dus voilà. uh, Dat is het uh, Fast X. Volgen we dat nog, die Fast and Furious toestanden? Ik, ik, ik moet nog altijd eerlijk zijn. Wij hebben nooit eens een gesprek gehad, jaren geleden, zowel in mijn podcast als in meerdere, dat ik die eens ging zien tijdens de corona. Want ik heb die namelijk allemaal, hm. maar, ah, ja. maar ik heb alleen de eerste nog altijd maar gezien. Ah, oké, okay. alright. Ik heb ja, niks nee. van die franchise gezien. Vijf tot zeven, vijf tot Ja, vier ja. ja, ja. misschien ook nog wel. Maar het ja. is vooral uh, En 8 en 9, dan is het echt wel een Ik ben ik bijna naar die 10 gaan kijken, omdat die proloog van Jurassic World Dominion daarvoor. Nee, zat, dat was de 9. Die, die, ja. die proloog zat daarvoor. Holy fucking crap. Dit was, ik, meestal schakel ik mijn brein uit bij die films en pak ik die gewoon voor los entertainment. Want als je die ja, niet in de cinema ziet, weet ik vaak ook de meerwaarde niet meer. Maar die was echt niet goed. Die was oprecht. Ja, dat is ja. een beetje saai. Ja, die is oh, saai ja. ook oh, veel te lang en heel saai. Ja. All right, okay. dan The Little Mermaid... Uh, uh, stop met die Disney-remakes. Stop <laughs> ja. ermee. Klaar. Stop met die, die live-action-tekenfilms. Ja. Doe ja. dat niet meer. Ja, hoef ja, dat, is, niet. Is en... dat hoeft echt niet. En natuurlijk ja. mag dat bruin bruinmeisjes zijn. Dat boeit me geen hoers. Maar stop er gewoon überhaupt mee. Doe het niet, Disney. Amy ja, ik... zei wel iets kei funny. Die Zei Dat is wel raar dat hij zwart is op een plek zonder zonlicht. Ja. ja. Ik, moest, ik moest gewoon lachen. Ja. Dat, dat, niet, dat was ook geen oordeel. Hè? Die zei gewoon... Die, die stelde zo'n vraag, van, ja. hè, hoe, hoe... Eigenlijk moet je af. transparant zijn. Ik zeg, dat mokt eigenlijk niet uit. Uh, ja, of wit en roze, Gelijk de Schotten, eh, Dat soort volk. Waar geen licht is. Hè, geen ziel, hè. licht, dat schiet in de fik, dat zon op schijnt. Je weet wat het is, hè, Rostmens. Uh, uh, ja, maar ik ben ook gewoon oprecht geen fan van de takefilm The Little Mermaid. Dus, nee, niet... ik, ik ook niet. Dat interesseert ja. mij niet. Ja. Maar het is inderdaad waar wat je zegt. Fokke, ik ga je daar ook nog eens even in bijstaan. We hebben echt geen live-action-versies meer nodig. Nee, en de allerslechtste die... is natuurlijk The Lion King, want dat is een 3D-tekenfilm van, te... 3D van een andere tekenfilm. Dat is It's geen live-action. Ja, ik ging ik, ik nog altijd wel denken dat je de slechtste Aladdin ging ja, blijven. Ja, nee, die is nog slechter, uh, ja, dat is waar. Maar dat kunnen ja, we die, toch... En die is nu nog slechter, want dat is fucking Will Smith. Ja, ja. De, ja, die is nu nog slecht Ik heb er meer moeite mee dat Jafar een knappe jonge gast is. Ja, ja, ja. Op niks. dat, dat slaagt ook op niks. Dat slaagt ook op niks. Die zegt toch ook in het origineel van... You, but you're so old. Dat ik denk, ja, welle, waar, waar, waar bitcht die nu nog over? Nee, ja, klopt. Uh, yeah. <laughs> All right, uh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Ja, tuurlijk. Daar oh. kijk ik heel erg naar uit, hoor. Daar ja. Ja. kijk ik heel erg naar uit. Uh, ja. Even zien. The Flash. Ja... Ja, Michael Keaton in een Batman-pak, dan gaan we hem toch eindelijk eens dat zien. Zit dat er dus... nog in? Ja, I don't know. Dat weet I ik ook know. niet. Ah, is, uh, Want dat dat, is, dat gaat ook, ook het ja het is, of nee, Er is ja. wel Batfleck en in, in dingen in, uh, in, in Michael Keaton. You know, het is een multiverse, eh? Flashpoint is dat eigenlijk. Ja. Waar uh, DC een multiverse-moment... Was, is en nog altijd is. Want er, Allee, er zijn 17 Jokers en er zijn 45 Batmannen, en op den duur weten het ook allemaal niet meer. En nou, ik ben ja. nooit zo'n fan van al dat multiverse-gedoe omdat dat meestal ook, ja, hè, wat we er straks al voor de grap zeiden, dan gaan we een T'Challa uit een ander multiverse halen. Dat deed dat wel een beetje. Hè. Er doet niet veel nog iets ertoe. Je nee, die iemand dood en je kunt hem ergens anders, ergens anders van halen. halen. Ja. En, voilà. en dan verdam er de, de ene karaktertrek aan of je geeft die een beetje een ander uniform en geeft hem terug. Hè. Ja. Dus dat vind ik, ja. Maar ik wil dat wel zien. Ik uh, Indiana Jones en The Dial of Destiny. Wil ik ook zien, en ik hoop een beetje de, de redemption, zo, ik, ik mm. zit mijn hart vast te houden, maar ik hoop wel dat ja, gewet dat wordt een send-off, dat, ja. dat is niet dat Harrison Ford van plan is om, hè, hoe oud is hij nou, in de 70. 950. Van het nog heel lang te blijven doen, denk ik, ik denk dat dat wel de bedoeling is dat het de laatste is. Voor mij had, hè, wat ik ook toen gezegd heb in de Joker had The Last Crusade wel de laatste mogen zin nou, Dat zijn ja. perfect, mooi. Ze rijden de ondergang gezond tegemoet. Het is ja. mooi geweest. De vierde, heeft niks toegevoegd. Niks dat je wou weten ja. of iets anders was. Gaat dit dat doen? Ik weet het ook niet. Ik hoop alleen al dat hem goed is dan. Dat het een leuke uh, is. Die Phoebe ja. Waller Bridge, die heb ik echt graag. Matt Nicholson ja. is de slechtere natie. En ja. Antonio Banderas heb ik ook wel een bootje voor. Dus. Ja. Ja, ik heb, ja, voor mij... Ja, en het, is, en het is natuurlijk ook een, een heel veel de-aging ding. En dat de-aging stond ook nog, hè, hoop ik, misschien al wat beter op punt. Maar dat je heel de tijd moet kijken naar iets. Dat er een half een tekenfilm Indiana Jones ja, zit ja. nee, Dus dan ik weet niet. het niet. Maar ik wil het uiteraard We geven het de kans. Goed, dus dan hebben we gaan nog het zien. een beetje de Impossible mm -hmm. Dead Reckoning Part 1. Uiteraard. Ja, ja. dat uh, dat willen we zien. Hè. Uh... De The Cruiser, uiteraard. Ja, de Cruiser heeft een comeback en die was nooit weg. Dat is nee. ongelooflijk. Die is keihard aan het lopen weer. Ja. He. Dat gaat hij weer <laughs> doen. He. Die gaat weer keihard lopen. He. Die Dus dat, dat is goed. He. Super. Ja. Uh, Barbie. Ja. Kijken we daar naar uit? Goh, ik moet wel zeggen dat ik heel hard moest lachen met die trailer. Zo. Ja. Ik heb zo'n trailer gezien. En ik, ja, en ik ben ook wel een fan van Margot Robbie. Ik vind ja. die cool. Dus ja. ik ben wel benieuwd waar dat naartoe gaat. Er is een tekenfilmreeks van Barbie. Hè? En Amy keek daar soms naar toen die jonger was. En dat is gestoord. Maar dat is echt gestoord. Allee, als die... ik, ik met Barbie uh, aanraak, ik, wat ben ik, was ik op zoek naar een fluit. Uh. Ja. zal <laughs> weet oh, je dat? Ja, ja, ja. We op zoek waren naar de fluit van Barbie. Dat waren mooie tijden. Uh, ja, want, een... want er was, was zo'n zo moment in die tekenfilmreeks. En ik hoop dat ze dat misschien in de film ook doen. Ja is dat ze, zo, uh, dat ze echt spelen met het feit dat dat speelgoed is, ah, dus ja. dat die, ook, Toy dat die ook dat die niet kunnen rijden, want de pillen zijn op van een Ferrari zo, zo. dat soort bullshit, hè. Okay. Maar ja. ik moet daar wel. En die heeft ook zo'n robot die is zo heel erg wardrobe, hè, want die is ook alles geweest, hè. Die is ook elk beroep. Ja. Maar daar wordt ook mee gelachen, hè. Dat die zo heel een tijd zegt, oh ja, toen ik een astronaut was, toen dat ik deze was, die is alles, hè. Dus dat mocht dat ook allemaal wel funny. Dus ik hoop wel, als die film dat soort humor heeft, dan denk ik dat dat wel leuk kan zijn. Ja. Dan hebben we nog Oppenheimer. Jo. Jo, zeker. Ja, zeker. nieuwe Christopher Nolan. Ja, dat, uh, ja Robert en... Downey Jr. nog een keer te zien. Ja, Killian oh, ja. Murphy Cillian in de Murphy. hoofdrol. Ook een mega goeie acteur. Dus ja, nee, dat zie ik wel zitten. Absoluut. Ik ben, ja, ben wel benieuwd of, dat, of, dat, die, ja, of dat, wat dat dan is of zo. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, de Marvels. Ik heb de Marvel en Mrs Marvel opgeteld. De Marvels is voor 28 juli. Ja, ik nee. Ik was niet zo mega zot van Captain Marvel ook niet. Ik vond dat nee. niet vreselijk, maar ik vond het ook niet kagoe. Well, nee, ik heb dat gezien in de cinema, ik vond dat goed, maar ik heb ook niet meer de ambitie gehad om dat opnieuw te zien. Dat zei ook altijd wel iets. Hè. Dat, is, dat, dat, is een, dat is een klein beetje ook een. Dat was zo'n ene die, tussen, die zat tussen Infinity War en Endgame. Ja. En dat was een beetje zo van goh, joh. Ja. Alleen <laughs> dat thema is niet veel. Dus nee, om dan nee, weer een, een, een familieversie daarvan te zien, weet ik niet of dat mij dat boeit. Nee. 6 oktober komt een van de uh, ondergewaardeerde slechtrikken van Spider-Man met zijn eigen film. Ik weet ook niet precies of dat noodzakelijk is. Maar Craven the Hunter uh, komt 6 oktober uit. Wow. Je benieuwd, ja. Jenny ja? is benieuwd, hè. En ik vind ja. Craven the Hunter wel echt een heel ja, een cool personaal. cool figuur, ja. Een van de ze belangrijkste Spider-Man-verhalen is Craven's Last Hunt. En dat is wel ja. echt een van de beste spider man Dat is een beetje de dat is een verhaal, killing ja. joke ja. of weet ik van ja. wat van Spider-Man. Ja, en dat is een heel uh, verhaal. June Part 2 is no, ja, uh, 3 november. Dat is voor mij mijn uh, meest verwachte film van volgend jaar, denk ja. ik. Hey, dat is ja. degene dat ik wel het liefst wil zien. En normaal gezien, ja, als dat een boek volgt, dan gaat dat spectaculairder zijn dan de eerste, want dan al die grote actiescènes en al die grote zotte scènes zitten daarin. Hè. De, eerste paar, was, paar... de eerste was set-up en de andere is een beetje payoff eigenlijk. En ook, Sting, uh, Sting moet er komen, het personage van Sting. Ja, en die dus, a, a, wordt gespeeld door Elvis. Door die Aaron Butler. Uh, die Elvis, Elvis is nu Sting. En <laughs> <And, laughs> uh, Chris Walken is the emperor of the known universe. Wat toch ook alleen wel Tony kan zijn. Tuurlijk, tuurlijk, en Bradley, was... Bradley, your yeah, hair. Yeah, you have to rub it. It's crazy. <laughs> It's crazy. Ik kan niet wachten. I'm the emperor. That's Crazy. <laughs> <laughs> you know. En <laughs> uh, dan, uh, dat is het uh, laatste wat hier in dit lijstje staat, is uh, 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 de, uh, Timothy Chalamet wordt ook Willy Wonka, blijkbaar. Oké. Okay. Een okay. origin oh. story van Willy Wonka. Origin story hebben Denk we daar nodig. Ja, dat hebben we daar nodig? Geregisseerd door de regisseur van de Paddington films. En dat is natuurlijk ah, ja. wel... Die vond jij heel leuk, hè? Dat is, ja, dat is echt een van de beste dingen die je ziet. Dat ja. moet je, die, en die twee... Eén is geniaal en die twee is minstens misschien nog wel genialer. Want uh, okay. dat is iets waar we ook nog eens moeten doen. Uh, een podcast over sequels die beter zijn dan traditioneel. Uh, uh, waar ook heel veel... Uh, ja. de, uh, daar kunnen we ook een hele lange... Uh, Terminator gesprek... en Aliens. Uh, Auw! Terminator wel, Aliens niet. Uh, Godfather ook niet. Maar snap je, we kunnen daar een, een heel lang. Ja, ja we kunnen kunnen je lang over bezig zijn. Want ja. dat is wel. Godfather Part 2 zeggen veel mensen dat beter is dan de 1. Ik dat weet niet of ik dat vind, maar ik vind En twee... Back? Dat is de beste, hè? Ja, hè? Dat is, dat is voilà. veel beter. Goed, nou, dan hebben we die podcast ja. ook in de doodendop even gedaan. <laughs> 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 uh, uh, goed, uh, ik denk, hoe lang zijn we dat bezig? Oh, fuck! Zijn we dat 2,5 uur bezig? Wat ja dat, jongen wat dat wel zou wel zin dat wel zin oh ik moet daar weer al als zin. Zin. als ons met drie samen zitten wat denk je dat dat dan yes, gaat lukken we, 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 we leren gaan naar niks het Maar, het maar we hebben het maar over tien dingen gehad hoe kan ja, dat niet meer niet. we hebben altijd tien te vertellen hè. Ja. daarom pas ik ons systeem nooit aan je hebt drie maanden zitten zeuren naar mijn hoofd van ja maar met die dertig films dat gaat te veel zijn moet dat samenvoegen nee we gaan er gewoon dertig blijven doen en soms is dat vier uur soms is dat zeven uur soms is dat twee uur ik ga daar niet aankomen Oké, okay, all right. Well said, Xander. Oké, okay, well yeah, uh, ik, ik plooi mij. Ik plooi <laughs> mij. Want het, 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 is, het is ook goed dat mijn grote kritiek dat alles te lang duurt, dat deze podcast ook weer veel te lang duurt. Hè. Ja, laat ik... ons drie dingen voorbereiden, en dan rattelt er nog een lijst af met 25 dingen waar ik ons mening over wil. Nou ja, dat is wel waar. Oké, okay, het is wel bij schuld. Ik geef het eerlijk toe. Plus, oh, okay. ik, ook, ik had vijf dingen, jullie hadden drie dingen en ik had oh, maar, maar Soms, soms vijf. is lang toch ook gewoon plus aan het fokken. Dat is toch niet altijd zo? Vervelend. Ja, dat zei uh, jouw vriendin... Uh, <lacht> 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 niet tegen mij in ieder geval. Nee, hè? nee tegen mij ook niet. <laughs> Ik weet Kort niet wie dat geld daar voor de tien geschakeld, uh, fokken, maar daar hebben wij niks mee te maken. De vriend. niks doen. <laughs> Kort, zinloos en teleurstellend, dat is uh, de titel van mijn boek. Ja, uh, meer of meer. Geen een lieve... minuut langer dan strikt noodzakelijk. Dat is wat er op mijn graf All uh, <laughs> Allright, lieve vrienden, het is altijd yes. fijn om met jullie over deze flauwe cult te babbelen. Uiteraard. Uh, uh, enorm gelijks. bedankt voor het gesprek. En uh, hopelijk... papa houdt van jou, hè? Je <laughs> wordt wel van dan in de keer. En opa ja, ook. Opa ook. Even papa en opa zien jou heel graag. Ja, nee, echt heel graag. <laughs> Ja, we zien er echt. Die... Oh, ik heb mijn bril weggeflikkerd. Het ziet er echt uh, drie, generaties, uh, drie ja. generaties uit. Maar ik ja. weet niet, als ik een, een bril aan doe, dan trek ik op Alex. Als ik een Karoah hem dan doe, trek ik op Lucas Lely. Ik weet ook niet wat ik nog wil. Wat voor identiteitscrisis dat ik? Heb. Voor mij ben je gewoon jezelf. Altijd al geweest. Ja, er sowieso. is er maar eniglijk ja, gelukkig. En alle chance, want als we er zo nog hier een kinderen. <laughs> <laughs> Eén is meer dan genoeg. <laughs> meer dan genoeg. Uh, gelukkig 1923. Uh, en uh, tot uh, volgend jaar. Yes. Bye. Yeah. Bye. 1923. <laughs>